Zo, daar zijn we dan mensen. Goedenavond. Even kijken of het geluid werkt. Volgens mij wel. Ik heb mij verstopt. En je ziet een aantal postcodes waar ik zou kunnen zitten. Dat betekent niet dat ik letterlijk op dat nummertje zit. Maar ik zou daar in de buurt kunnen zitten. Ik heb mijn auto ergens verstopt. En het is aan jullie om mij te vinden. Vanaf nu is het ook geopend. Jullie kunnen de jacht starten, om het zo maar even te noemen. Om de 5 minuten ga ik in die zwarte vlakken, zeg maar waar nu 000 staat, een getalletje onthullen van de postcode waar ik daadwerkelijk zit. Kom je mij tegen? Heb je mij gevonden? Want ik zit zelf ook verstopt. Dus als je mijn auto vindt, dan ben ik daar in de buurt. Moet je mij ook nog zoeken. Roep dan, geef mij die auto en dan win jij dus de RS6. Ik wens jullie heel veel succes. Ik zal de cam aanlaten. Ik laat helemaal niks zien van mijn scherm, want vorige keer ging dat ontzettend slecht. En ja, ik zie wel wie er komt. Of er überhaupt iemand komt. Als er na 20 minuten, even kijken, het is nou... als er om 9:45 niemand geweest is, dan ga ik mijn hele scherm onthullen. En dan kunnen jullie mij op die manier vinden. Ja, heel veel succes. En ik zie dat er een aantal mensen alweer in de chat zijn. Dennis is bak, zie ik. En ik zie Wesley zeggen, goeiedag Heem. Ja, goeiedag. Nee, Maurits. Oh ja, dat moet ik misschien wel even zeggen. Maurits zou eigenlijk de giveaway doen op zijn eigen kanaal. Alleen, dat ging dus niet helemaal goed. Hij heeft iets gedaan, is een paar dagen eventjes niet welkom in de stad, om het zomaar even te zeggen. Dus vandaar dat ik tegen Maurits heb gezegd van, goh, mag ik dan die giveaway doen? Hij zei, ja jongens, goed, ik maak wel even wat promotie. Dus hij heeft op zijn kanaal promotie gemaakt voor mijn giveaway. Super tof, dikke shout-out naar hem. En ja, zodoende doe ik dus de giveaway nu. Anders was ik bij zijn event gaan streamen. Eens even kijken, ik zie hier nog letterlijk niemand. Dus ik zit voorlopig nog goed. De vorige keer was best wel gênant. Ik weet niet wie er allemaal bij waren. Maar toen was ik volgens mij echt in 3 seconden gevonden. Ik dacht, dat doe ik leuk. In het midden van mijn scherm doe ik een heel klein cirkeltje. En dan hebben ze geen idee waar ik ben. Maar als je dan een tijdje niks doet in game, dan gaat hij in een soort van AFK-modus. Waardoor je dus zeg maar vanuit je poppetje kijkt. En ja, toen zagen jullie allemaal gebouwen en weet ik het allemaal. Toen was er binnen 2 minuten of zo was er iemand. Jeff, zit je weer vast, jongen? Wat heb je gedaan? Weer de lul, jongen. Ja, ik moet eigenlijk Cherry hè, op de valreep. Gisteravond had hij nog even een 18 € donatie gezet. Toen hadden wij de 50 € gehaald. Ik heb het doel even opnieuw ingesteld. Dus ik ben weer op zoek naar totaal 50 €. Dan heb ik als het goed is totaal 100 €. Oh shit. Er komt iemand. Dan heb ik als het goed is totaal 100 €. En dan heb ik wel echt een mooi bedrag om ook echt een giveaway te doen. En ja, wil je daar aan bijdragen, doe dan even een donatie. En wil je dat niet, ja, dan is dat ook geheel aan jou. Ik kan geen refunds doen. Zorg dat je doneert dat je 18 jaar of ouder bent. En dan kan ik ook nog jouw leuke berichtje oplezen. Mits dat natuurlijk een beetje normaal is allemaal. Ik weet niet wat er was, maar ik schrok. Ik dacht, nee, het is alweer zo snel. Dus even kijken, we zijn nu net, hoe lang zijn we bezig? 5 minuten. Eens even zien, ik wacht nog 2 minuutjes. Dan ga ik het eerste getal van de postcode onthullen. Ja, ik weet ook niet trouwens wat Maurits gaat onthullen. Holy shit. Er is hier iemand. Teg Dennis. Er is iemand. Maar ik roep. Hij moet me echt zoeken. Ik zeg niks. Geef mij die auto. Hoe heeft hij mij gevonden? Dat weet ik niet. Hij heeft mij niet gezien. Hij is er wel aan het zoeken. Maar hij heeft mij nog niet gevonden. Kijk of hij mij kan zien. Holy shit. Ik zie hem, die auto. Ik zie hem al lopen, hij roept het ook. Maar hij is niet bij mij nog. Hij is niet bij mij. Ze zijn heel dichtbij hier. Ik moet even ID's gaan aanzetten. Want als één iemand dit nu gaat halen... Jullie horen ze ook, hè? Ze schreeuwen het al. Zeg Dennis, waar ben je?
Ze zitten heel dichtbij. Ja, ik zie hier bovenop hoor, tech Dennis. Oh shit, iemand heeft mij gezien. Iemand heeft mij gezien. Holy shit, je hebt mij gevonden. Ik dacht eerst, nee jongen, dit ga je niet doen. Ik zal eventjes mijn cam uitzetten. Hey, hoor je mij? Ik had je zeker, bijna. Zeker, weet je. Zo. Ik dacht eerst, hier eerst reed al een auto langs. Ik denk, nee, ben ik zo snel al gevonden. En die man hier met dat oranje-bruine kapsel, zeg maar. Die liep al een rondje. Ik dacht, nee, hij gaat me vinden. Ja, maar je hebt ook oogjes in de lucht, hoor. Ja, jij hebt het door, jongen. Oh ja, gefeliciteerd. Heel veel gefeliciteerd. Er zijn al zoveel mensen hier al aangekomen. Kijk, iedereen komt er al aan, joh. Oh, yo. Ja, ik ga meteen op jouw naam zetten. Helemaal mooi. Maar dan begrijp ik alsnog dat het toch nog weer te makkelijk was, of niet? Ja, die mogelijke postcodes. 6, 7 of zo. Moet ik misschien... Ja, gewoon nog net met niks beginnen. En dan ja, misschien... Ja, maar dan weet je... Oké, okay. Misschien moet ik volgende keer een lijstje van 10 postcodes doen of zo. Nee, maar eerlijk... Ik zou volgende keer ook niet op de postcode zelf gaan zitten. Nee, oké. Gewoon in de buurt, want dat ik, kan, ik zag de RSS staan, dus... Ja, ik probeer hem te... Maar hoeveel postcodes zijn jullie langs gegaan? Letterlijk één? Dit is mijn eerste. Nee joh, je bent gewoon hier begonnen. Ik zag die trein staan, ik dacht dat is die RSS. Maar ja, toen was hij hier echt net eerder. Ja, er reed nog een aantal mensen reden hier langs, maar die reden door. Ik ben hier langs gereden. Ja, was jij dat of niet? Die reed hier een snoeihard langs. Ja, kijk, ga hem even op je naam zetten, man. Hoe werkt het? Geef sleutel en dan moet ik ID ingeven. En dan... God, daar komt er nog één. Ik heb hem. Zo. Kijk eens. Die kan ik Peter wel gebruiken. Peter Vuurtoren. Zeker. Nou, dan als het goed is kan je hem open doen, jongen. Ja, twee auto's. Zou je mij dan wel alsjeblieft een liftje willen geven naar het politiebureau? Ik heb twee auto's. Is je wel met mij mee? Dan maak ik twee auto's. Maar zal ik met één van die auto's rijden dan? Ja, waar wil jij dan? Naar UWV of zo? Ja, pak mijn Brabus maar. Dan haal ik hem wel op bij... Ziek. Dat is een ding van 2 miljoen, of niet? Zeker. Holy shit. Nog nooit in gereden. Ik haal hem zo zelf op bij het politiebureau. Oh, mag je naar het politiebureau? Dan moet je hem even van slot doen. Dat kan hier. Ja, stap er nu in. Wacht even. Hij is weer... Broodje Buk. Ja, Groningen. Oh ja, zo. Ik kan wel naast jou gaan zitten, of niet? Kan dat? Stap eens in. Ja, lekker. Dan zit je nu op slot. En als je nu uitstapt, staat hij op slot. Dus oké, dan blijf ik erin zitten. Yes, komt goed. Ik ga naar het politiebureau dan, ja? Hey, gefeliciteerd, hè. Joe. Hey, gefeliciteerd, hè. Joe. Zo, we rijden even in die dikke Brabus, jongens. Dat is ook een ding. Hoezo dan? Ze zijn letterlijk naar deze postcode gereden. Hebben ze dan zoveel geluk? Of zijn er nou ook nog echt mensen die helemaal in de bergen aan het zoeken zijn, of niet? Nou, ik weet het niet. Ik ga volgende keer toch nog op een andere manier... Ze vragen aan de eigenaar waar je zit, dus is misschien vals spelen. Ja, oké, maar ja... Als dat gaande is, dan is het wel... Is het wel jammer, maar ja goed, ik kan niet heel veel tegen doen, toch? Ik bedoel, als dit is wat het is, dan is dit het. Goed. Dan, kijk, de volgende keer, ook al heb ik helemaal geen hints gegeven, kunnen ze alsnog aan de eigenaar vragen waar ik zit. Die kan gewoon letterlijk mijn ID opzoeken. Die ziet ook mijn naam en die kan ook gewoon zeggen waar ik zit. Dus ja, in dat opzicht kan ik daar niet heel veel tegen doen, denk ik. Dus dat is wel, het zou jammer zijn als dat gebeurt, maar ja goed, het gebeurt. Nou, dit was een korte giveaway. Heb ik wel trouwens nog extra goed nieuws. Ja, dat is misschien een beter idee, Pingu. Dus dan gaan we dat de volgende keer doen. Doen we meer postcodes. En dan ga ik het op die manier wel oplossen. Of misschien gewoon hints geven of zo. Ik weet het niet. Dit was, het was iets beter, want ik was niet... In dat opzicht de lul dat meteen duidelijk was waar ik zat. Maar het had voor mij op zich wel een kwartiertje mogen duren. Wel even iets langer. Ja, Sjoerd. Jij was... Wat reed jij? Jij reed in een soort van groenblauwe sportauto. Reed jij er langs of zo? En ik weet niet. Ik denk... Oh shit. Was dat na 1 minuut. Ik denk, nee joh. Ben ik na 1 minuut al gesnapt? Maar die reed gelukkig door.
Ja, het is even wat het is, jongens. Ik zei trouwens dat ik nog wel goed nieuws heb. Heb ik ook. Want ik heb even met Rob Banks gesproken. En die heeft mij ook nog 50.000 gedoneerd. En hij zegt van, nou, ik zie dat je giveaway doet. Je mag die 50.000 van mij mag je ook nog gaan weggeven. Dus dat gaat zeker ook nog gebeuren. Alleen yes. Niet nu. Yes, helemaal goed. Veel plezier ervan, hè? Ja, ik ga er zeker plezier van hebben. Yes. Kijk, Dennis. Yo, kijk, heb iemand, zit hij op zo'n scooter? Ja, zo'n scootertje die ga je ook weggeven. Ja, mag ik eens op rijden? Ja hoor. Ja, we hebben dus een idee om met deze scooter, om een soort van race te doen of zo. Ook met een giveaway. Dan hoeven jullie mij niet te zoeken. Yes. Even kijken. Als je Ctrl-W inhoudt, gaat hij gewoon even de wheelies doen. Ctrl-W? Ja, het is geen scam hoor. Holy shit, maar wat is control dan? Dat is achteroverleunen of zo. Ja, denk het. Huh? Zie dat. Oké, ja, hier gaan we dus ook iets leuks mee doen. Jee, die scooter rijdt langzaam, jongen. Waarom gaat die zo langzaam? Ja, het is gewoon zo'n meme scootertje waarop je wheelies kan doen. Maar na een tijdje gaat die wel harder hoor. Je kan alleen maar wheelie. Een tijdje gas geeft. Ik ging net heuvel af, ik ging 20. Wat is dit? Ja. Oké, ik ga nog eens proberen. Kijk dan hoe langzaam. Kijk. Dit ding is toch niet te doen? Yo, hier kunnen we echt niet mee gaan racen, vriend. Dit ding is niet vooruit te branden. Wacht, laat mij eens en ga eens achterop. Misschien doe ik het verkeerd. Oké, ik ga bij jou achterop. Kijk dan. Er is nog geen tempo. Nee, inderdaad. Ik heb er zelf echt nog nooit opgereden. Die wielen glitchen ook helemaal. Die veranderen telkens naar wit en dan weer naar zwart. Ja, die velgen. Ja. 40. Oké, we moeten echt crossmotoren gaan hebben voor die giveaway, man. Ja, van die GTA dingetjes. Ja, zijn, zoiets. Die gewoon lekker. Maar moet je kijken, die heuvel op. Hij gaat niet eens. Oh, yo. Kun je niet vallen? Nee, volgens mij kan dat niet. En nu ben je gewoon zo aan het rijden. Ja, maar zo kan die wel sneller. Kijk maar. Ja, zo gaat hij heel veel sneller, ja. Yes. Als we nog even een klein stukje, dan gaan we daar snel een heuvel af. En dan even zien hoe hard hij dan gaat. Jij rijdt ook gewoon helemaal op je achterwiel. Wow, wat goed. Ga je zo in dienst, of niet? Jazeker. Als we dit zien, hè, twee jongens van de politie op een scooter zonder helm, wheelies draaien door de straat, meteen ontslagen. Ja. Ik hoor van iemand in de chat dat die zegt, als je achteruit gaat, dan gaat de scooter sneller. Maar volgens mij, die scooter kan er niet eens achteruit. Hij bedoelt lopen natuurlijk, als grap. Ja, gaat hij gewoon 70? Dat is wel snel. Ja, maar zo'n wheelie gaat hij wel snel. Maar met wheelie kun je niet echt goed racen, denk ik. Nee, wij bedoelden... Ja, wij wilden... Oh, joh, kijk. We wilden eigenlijk gewoon een soort van off-road race doen of zo. Er is toch zo'n raceveldje hier ergens? Ja, daar is er naast het casino. Ja, daar zo. Daar kan je toch ook off-road crossen? Ja. Dat wilden we gaan doen. Ja, Thierry, ik heb je vorige keer eigenlijk... sorry, ik moet even iets tegen Thierry zeggen. Ik heb je vorige keer eigenlijk te weinig credits gegeven, jongen. Maar 18 euro donatie, tering, dat is veel, jongen. Dan zaten we meteen in één keer op, wat hadden we, 32 euro. Meteen bam, naar die 50. Hebben we het doel gehaald. Super nice. Het zou mooi zijn als ik het nu weer haal. En dan is het misschien wel even handig om te weten. Misschien moeten we daar even een poll voor starten. Wat willen jullie dan dat ik weggeef? Een muis, een toetsenbord, weet je. Dan hebben we toch 100 euro. Dat is toch leuk om weg te geven. Of boosters of zo, weet je wel. Laat het even weten wat je dan wil. Oké, ja, stop hier maar. Dan gaan we dienst in, man. Ja. Oké, dus ik heb ook zo'n scootertje gekregen. Ja, maar het is wel grappig om gewoon weg te geven. Als ja, precies. Gewoon een beetje, of zo. Een beetje om te klooien of zo, ja. Ja, ik rij wel gewoon even naar de ingang. Zet hem hier zo neer. Ja. Als ik een boete krijg, maakt me niks uit. Fout parkeren. Ja, jij gaat ook in dienst, of niet? Ja. Oké, let's go, man. Gaan we koppel rijden? Kan wel, toch? Ja, is goed. Yes, let's go, man. De RS6 staat er nog. Ja, iemand die reed gewoon in een Brabus voorbij, hè? En die zag mij net niet. Maar ik reed dus achter hem aan, een stukje. En toen dacht ik, waarom gaat hij zo hard die kant op? Dus ik dacht, ik rij achter hem aan.
En toen hoorde ik hem schreeuwen, tig Dennis, geef mij die auto. Ja. En toen zei hij, je zit op het dak. En precies toen zat ik op de, zeg maar, aan de andere kant van het dak. Ah, dus ja, echt zo. Net niet. Ja, ik deed expres niks, want het was echt de bedoeling dat je mij zou vinden, zeg maar. Ja. Even kijken, min 3, even kleren pakken. Dus even kijken wat we dan... Je hebt je outfitje al meteen aan, jongen. Ja, ik kan stoppen. Zal ik het ook eens even doen hier? Zo, zwaar vest aan. Nou, let's go. Dus even kijken, wat heb ik allemaal? Wat moet ik nog? Maar ik ben oprecht denk ik wel de slechtste giveaway'er ooit. Ik probeer me te verstoppen en zo, maar het lukt niet. Ja, dat is niet handig. Ja, pak even deze outfitje, wat denk je? Ik klik te verkeerd. Dan moet je eens weten waar ik van ben. Zit nou die update er al in dat alle wapens een icoontje hebben, of niet? Ik ben van de DSH, de dienst speciale handhaving. Ah. Handhaving ook. Goed, ik ben klaar. Hè? Je hebt al te veel items op zak, zegt hij. Oh, dit ziet er toch wel heel beter uit. Ja, is met 10 keer. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou te veel items op zak hebben? Kan toch helemaal niet? Amazing. Wat is, hoe kan je die handhaving aan doen dan? Ik zie die ding is, niet. Dat is via skin. Oh. Dus, oh. Dit is nou gewoon mijn burger outfit dit. Mooi man. Oh, ik heb zo zin om op UWV nou mensen te gaan lopen benaaien. Ja. Nou. Gewoon goed je werk uitvoeren, hè? Ja, natuurlijk. Was toch de bedoeling? Ja, zeker. Ik ga hondjes bekeuren. Die lekker een drukje hebben. Wat bedoel je, Cherry, met die 18 euro heb je teruggekregen? Wat heb je ook een streampje gedraaid, jongen? Dus even checken, want ik zie je al in Porto? Land Cruiser? Oh nee, ik moet even de Porto in natuurlijk. Kunnen we die kiezen, Land Cruiser? Ja, jij bent agent, dus jij mag dat. Maar zit hij er al in? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Heb Stijn hem? Oh, ik zie hem! 7 uur in. Zo. Ben je denk vanmiddag ook al in, vanaf die briefing? Ja, dat klopt, maar toen had ik hem gewoon gejat van een andere collega. Ah. Zo, kijk eens jongens, we hebben hem, de Toyota Land Cruiser. Ik ga even in Porto trouwens hoor. Ja. Channel switched. Zo, oké, let's go. Waar gaan we heen? User joined your channel. Ja. Even UWV of zo. Ja, ik zal onze info even ready melden. Even kijken, wat ben jij? Ah, 2680. Ja. De 2635 en de 2680 zijn status 1. Dit is zeg maar de Amarok, maar dan de snellere versie. Want ja, deze gaat hard uit, hoor. Deze gaat echt heel hard. 2645 zijn ook stads 1. Ah, Mathieu is er ook weer bij vanavond. Nou, dat wordt weer gezellig. Ja. Oeh. Holy fuck. Wat is dit? Ik denk dat er allemaal warm aan het afgaan is. Zo, de knijter, hé. Ik denk het ook, ja. De ding dat... Oh, dat is Martin zijn winkel. Daar moeten we heen. Maar hij spamt helemaal mijn hele scherm gewoon helemaal eruit. Bij jou ook? Ja, bij mij ook. Oh, dus hij zet ook meteen waypoint, of niet? Ja, dat is nieuw sinds die update. Oké, ze moeten wel even fixen dat ik niet gebombardeerd word met die meldingen. Status 1, status 2, 30-9 samen met de 26-26 status 2. Winkelverval. Oh, roep jij ons even status 2? 26-8. Ja, 26-35 en 86 zijn status 2 richting overval. User entered your channel. Het is geen overval, 35 is toch? Het is alleen een alarmafje gaan. Oh ja. Nee. Dennis, jij was toch de 35? Ja, sorry, mijn dochter kwam hier heel eventjes. Die wilde heel even gedag zeggen. ja, ik ben 35, sorry. We zijn er weer. Okay. Als het goed is, heb ik haar niet in beeld verder, dus... Ik weet niet, werkt Chardel niet meer? En slash skin? Is dat weg? Ja,
Weet jij dat, Gert? Ze zeggen dat Chardel en zo niet meer werkt, omdat veel mensen te abuse of zo? Ja, ik heb geen idee, maar bij mij werkt het nog steeds wel. Oh, oké, okay, hier zijn wij. Overvalletje. Nou, even kijken. Ja, het is gelukt. Okay, snel uitstappen. Rennen. Oké, okay, politie staan blijven! Hij rijdt ook gewoon meteen weg. Excuus? Jammer. Ja. Ging het om die paard 73 set? Positief. Oh, wacht, we blijven hier bij Mathieu. We blijven bij Mathieu. Banden zijn allemaal geploft. Oh ja. Mathieu, je hebt geen auto, hè? Maak jezelf kenbaar, politie. Zo, ik had oprecht niet verwacht dat ze meteen zouden smeren, man. Ik ben een hostage. Klik hier. Je bent heel veel, maar je bent amper een mens. Is de collega links ja, opgeslagen? Ja, er ging iets mis mee. Maar ik weet niet hoe ik het moet fixen. Deze meneer en mevrouw, die zagen wij de Subaru... Noem maar mij een mevrouw. Invluchten. Een mevrouw, oké. Ja. Ja, ze wilde eigenlijk weggaan, maar ik had niet verwacht dat die meteen in de auto zou stappen en wegscheuren. Ja, ik moest mee van hem. Je moest mee van hem, ja. Ik vind, ja, tot nu toe ik het een heel goed verhaal. We kunnen heel weinig hiervan bevestigen. Heb je een idee voor mij? Ik heb zeker een idee voor jou. Okay. Maar zit hij in jouw broekzak, mevrouw? Ken je zeg, kun je hem even uit je tasje pakken of zo? Ik heb hem laten zien, dat toch, als het goed is. Ik weet niet aan wie, maar niet aan mij. Ik heb hem ook niet. Ik zie hier een Geert. Dat is ja, een bijzondere naam. Ja, ik heet Geert. Oké, nou laten we eens even in ja, de mails gaan kijken. Mijn ouders die... ja, die waren niet echt origineel. Hé, hey, Mathieu! VP kan afkoppelen hoor. Oh, sorry hoor, Mathieu, sorry hoor. Ik ga heel eventjes in het systeem kijken of ik even iets vind. Ja, zeker, geen probleem, alle tijd. Beetje jammer, want dan moet ik nog weer inloggen, maar goed. Dat heb ik als goed is snel gedaan. Dat doe ik op mijn telefoon. Eens even zien. Persoonsgegevens. Gaan we naar Geert. Geert. Zoeken. En dan vinden wij iemand. En wat vinden wij daarover? Ja, eigenlijk helemaal niks. Dat is jammer. Oké, Mathieu, ik heb even in de mails gekeken. Ik zie echt helemaal niks over Geert. Ja, ik ben nog niet zo lang in de stad. Mm-hmm. Maar ja, dan is het heel lastig, want we hebben geen hete daad. We weten niet of degene heeft overvallen. U, ga wel even kijken of jij iets bij je hebt. Plaatsen, dus ja, dat is zeker. Dat kan. Dat mag altijd. Ja, wij kwamen hier aanrijden en we zagen letterlijk ze al bij de auto staan, zeg maar. Oh, ja, ik moest echt gewoon met hem mee. Anders werd ik dood gemaakt. Ja, het zou wel zomaar kunnen, Mathieu, want ik heb letterlijk niet gezien dat zij iets gepakt hebben. Hij, zij, Geert heeft ook niks bij zich. Maar je hebt wel een ID, hoor. Ja. Geert hebben. In de mail staat ook niks, geen strafbladen, geen bekeuringen. Ah, ik dacht jij dat niet kon vinden, oké, okay, ja. Jawel. Er staat niks in. Dan gaan we mevrouw voor nu vrijlaten. Gaat wel een notitie op je naam krijgen dat u hier mogelijk betrokken was. Ja, en als je dan, wij kunnen niet bewijzen dat u er niks mee te maken had. Ja. Op uw verklaring na, dus dat noteren wij ook. Stellen wij nog eens aantreffen in een winkel, dan gaan we natuurlijk wel meer vragen stellen. Ja, ja dat ja, zeker. Precies. En doe even iets aan je outfit, alsjeblieft. Ja, dat moet ik wel gaan even we zo doen, dit ziet er echt niet uit. Maar mevrouw heeft niks in haar tasje zitten of iets? Nee, is helemaal leuk. Oké, voilà. Dan mag je de boei losmaken. Of ik heb de boei aangedaan, zeker. Maar ik zou wel eens doen. Anders. Oh. Ja, kan ik jullie om een gunst vragen? Ja, kijk boven mijn hoofd. Nou, ik moet dus maar naar mijn autootje toe. Alleen hij staat bij AWG of zo. Ja, kan je dit eerst even doen, alsjeblieft? Ja, dat kan ik echt niet serieus nemen. Dat ga ik zeker voor je doen. Fix eventjes je karakter. Moet jij zo'n lift hebben dan met je? Ik denk dat mijn collega me wel zal terugkomen ophalen. Ik denk dat het probleem momenteel is van de winkeloverval dat de persoon in de 73Z Volberg ingeknald is.
Want de A6 heeft, zat er achteraan, was hem even kwijt. En ik reed precies op de weg terug. En daar was persoonlijk, kwam niet meer. Dus dan is de berg gereden. Maar dat kan niet, hij had een sportauto, hij kan niet zo de berg rijden. Ja, maar 370 set, dat weet ik. Ja, oké. Okay. Maar hij reed ook al weg zonder dingen, dus het zou allemaal kunnen. Ja, we waren hierbij, ik denk ik ga niet meteen schieten en hij stapt gewoon in, hij scheurt weg, ja jammer. Oh, ik moet nog alleen even een, hoe heet het daar doen? Hoe heet dat? Een jasje. Ja, of je torso moet je even fixen. Ja, ik ga even kijken. Oké. Okay. Oké, heren. Robin Kant zegt, Dennis, ik ben je grootste fan. Nou, dat vind ik mooi om te horen. Is het technisch gezien je Margebiet? Ik zou het oprecht niet weten. Ik werd gewoon gekoppeld door onze opkoop. Oké. Okay. Dus daar met een... Joep. Nou, joep. Ja, dit ziet er al beter uit. Het ziet er wel mooi uit. Jawel. Maar een kale vrouw zie ik ook niet zo vaak. Nee, misschien nog even een mooi kapseltje. Ja, oh ja, ik zie een beetje kaal uit, joh. Ja. Ik lijk net op die ene van de postcard loterij, weet je ook weer. Gaston. Ja. Een goedenavond. Mathieu, zullen we jou een lift geven dan? Want ik weet niet of je collega nog komt. Ik zal wel voor 26:45, kom zo. Komt u mij nog halen? Zometeen, ik sta nog steeds bij de persoon die net is aangehaald geweest. 26:11, wat is de locatie? Momenteel bij de Superdaap, maar mijn collega komt wel zo op, ik wacht wel even. Meneer, ik probeer maar... Oké, dan gaan wij er weer vandoor, Gert. Ja. Kunt u me nog brengen? Nou, we zijn niet echt een bepaald taxibedrijf. Nee, ik stap er niet eens in, maar hij doet het automatisch. Dat is heel apart, want dat gebeurt bij mij niet automatisch. Ik stap er wel uit. Ja, maar dankjewel. Weet u hoe ik nou daar naartoe kom? Je kan een heel mooi gesprek denk ik, nog even met Mathieu voeren. Die staat hier ook nog wel even. Ja, dat vind ik helemaal gezellig. Nou, misschien wordt het nog een romance of zo. Ja, dat Hey Mathieu, doei! Gezellig, hoor. Zo. Kale vrouw. Ja, net iets voor Mathieu. Nou, waar gaan we heen? ik denk gewoon even de stad. Ah, koude bliksem. Of er nog wat te hard rijders zijn of zo. Ja, laten we dat doen. Wat hebben wij ook achter ons? Oh, we hebben een trekhaak erop zitten. Ja, je kan ook een boot achter en zo. En ook op dit voertuig zitten weer twee antennes. Ja, op die toegang zitten echt vier of zo. Ja, dat is echt raar, hè? Ja. Maar ik vind het wel tof dat je meteen, als je zo'n overval doet, dat meteen die GPS gezet wordt. Dat kunnen we echt heel snel er zijn. Ja, klopt. Het moet alleen even iets minder hard spammen in beeld. Maar, ik heb al een bug aangemaakt. Winkel bug, ja, die Stijn is een top, jongen. Die lost dat zo op. Ja, die doet alles zo snel. Ja, jongen. Hij heeft ook de outfit gefixt. Maar hij zou ook fixen dat alle wapens een icoontje hadden. Maar ik zie dat mijn Walter nog geen icoon heeft. Ah, ja. Dus dat is dan misschien nog niet helemaal... ik zal hem nog wel eens eventjes een melding van maken. Ja. Holy shit, dit ding is wel heel anders sturen dan al die andere voertuigen. Ja, echt een apart ding. Het is echt wennen, hij rijdt heel anders. Ja. Dat zie je ook gewoon aan hoe die eruit ziet, zo'n SUV. Die rijden altijd anders. Schoten bij de juwelier? Oh, schoten juwelier, ja. Maar wil jij even... Holy shit, jongen, dit gaat weer helemaal... Ik denk dat nou, ik hoef er geen GPS Ja, dat is een gokje. Nee, maar ik wou zeggen, ja, meld even status 2 voor ons, dan ga je rijden. 2635 en 2680 zijn status 2 richting alarm. Zal ik wel BE-koppen? Oké, Gert, we gaan nu wel meteen schieten als hij wil instappen. Niet op hem, maar op de auto. Ja. Want vorige keer reed hij meteen weg, had ik niet verwacht. Ja. Oh, ik hoor ook in Porto, moet ik niet erheen lullen. Okay. Status 3, juwelier. Twee dikke supercars. Nummerplaat en modellen.
ogenblik. User left your channel. Ik heb hier wel twee nummerplaten voor. Wil je ze checken? Ik zal zo meteen weer weggaan, maar totdat er assistent is, is het misschien wel handig dat ik even hier blijf. Mij maakt er niks uit tot wanneer je blijft. Ja. Dennis, pas op je achter je. Daar staat ook nog een voertuig. User joined your channel. Waar? Oh ja. Daar is een Corvette C. Ja, ik zie hem. 3008, status 2. Zullen we die even... ik ga die even checken hoor. Ja, is goed. Ik hou het hier wel even in de gaten. Ik neem pistool mee, want ik kan geen taser gebruiken. Nee, inderdaad. Gert, ik ga even checken. Ja. In 3009 kan er een noodhulp eenheid voor of een gemarkeerde voertuig plaatsnemen. Oké, we moeten volgens mij dit ding blokken. Ja, we moeten even wachten op meer mensen, maar ik wil hier eerst even koffer hebben voordat ik die hele weg ga afzetten. Yo. Wij kunnen wel één straatje afzetten nou. Hé, wacht op, go is. Volgens mij lopen staan die deur open. Ja, maar ik weet niks. Ik weet niet of ze hostage hebben, helemaal niks. Ik hoor trouwens die voertuigen. Moet staan er momenteel mensen aan de achterkant van die release? Er staat één Amarok. Oké. Moeten we supercars zijn een Lambo en een Jaguar. Calamiteit 3 voor jullie. Ja, is ontvangen. Jij? Hey, zullen wij even de weg gaan afzetten? Ja, 2680. 2680 en jij? 2635. Oké. Okay. Zullen wij wegafzetting doen? Ja. Ik hoor een helikopter. Is dat de Zulu van politie? Ik zie geen helikopter nog. Kijk uit, Gert. Ik ga auto verplaatsen. Ze hebben hostages. Ik zie al hostages. Kijk uit, hoor. Ze hebben hostages. Ja, we moeten even wachten hier. De OVDP. Want als ik wegga, dan staat hij niet meer beschut. User joined your channel. Ik moet echt beter worden in die voertuigen. Ik ken ze helemaal niet uit mijn hoofd. En die kentekens kan ik ook niet zo snel scannen. User joined your channel. Maar goed, het is even wat het is. Wat is dit? Is dit een markt van ons, die rooi of niet? Ja, het is van ons. Okay. Ja, het is een beetje vervelend. Wij kunnen niet gaan... Kan jij hem even verplaatsen, even optillen en naar zijn motor brengen ofzo? Dat hij in beschut staat. Oh, hij gaat wel. Hey, kijk uit hoor, ik ga die auto wegzetten. Ja. Zo, de knijter, dit ding. Ik weet niet of ik hier nog wel... ik vind hem wel leuk, maar... Ik weet niet hoe goed dit ding gaat. Ga 30 naar 9 aan alle eenheden status 2 naar juwelier. Is er nog iemand onderweg? Ja, positief. Dat is het DI. Ik zoek een noodhulp. Er zijn twee noodhulp al status 3 juwelier. Want ik wil nog hier noodhulp de grote kruising af laten zetten. Hallo meneer. Maar is op de plaats. Goeiedag. Je kan hier even niet langs hoor. We hebben hier een afzetting. Oh. Zulu telt momenteel twee overvallen. Het zijn twee hostages. Ja, overval met gijzeling. Oh, dan ga ik hier maar gauw weg. Fijne dag verder. Joe, succes. God, ook lekker lomp ook weer. Dat helemaal dat ding. Ja, Pieter, die Toyota lijkt wel inderdaad een beetje op dat ding van de politievlogger Jan Willem, ja. Waarschijnlijk moeten wij weer bij de afzetting gaan staan. Ik hoor de helikopter nog steeds, maar ik zie hem nog niet. Nou, ik ga eens kijken of ik hem kan zien ergens. Hier, zit hij rechtsboven ons, Gert. Echt rechtboven ons. Oh ja. Oh, dat is van de politie in Zulu. Nou, en nu mensen?
Kijken of wij bij het vuurgevecht kunnen komen dit keer. 31 uur. Eerst die nacht als ik had dan al een berichtje. Positief, koppel maar. Komt wel. Positief, 31, 8 komt koplaasmotor. 31 gekopieerd. User joined your channel. Nou, dat is leuk. Hebben we nog wat motorrijders bij? Ik weet niet precies wat hier nou... Oh. Rustig. Kan mij er ook bij. En ondertussen zijn we dus al geklommen naar de 160 abonnees. Ik had er 161, ik ben er eentje verloren net. Misschien was hij teleurgesteld dat hij niet de RS6 gewonnen had. Zou kunnen, weet ik niet. Maar ik wil alleen maar aangeven dat ik heel erg blij ben dat het zo snel gaat. Ik had gezegd bij de 150 ga ik een RS6 weggeven. Ik zit ondertussen al op de 160, jongens. Dus dat is een hele mooie mijlpaal. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. Het is gewoon gratis. En dan zie je nog veel meer leuke politiecontent. Dit zijn... Er zijn 24 agenten in dienst. En dan komen er... Twee... Drie naar de dingen toe. Of... Ben ik nog geen... Welke calamiteit is het? Calamiteit 3. Ja, er zit er genoeg in de calamiteit al sinds maar... User joined your channel. Goed, dit zijn best wel grote amateurs. Oké, goed, dit zijn best wel amateurs, als ik het zo mag zeggen. Ze zijn met z'n tweeën, hebben allebei een pistool met silencer en hebben twee hostages. Oké. Die auto daar heb je al. Oh, daar komt de DSC toch nog wel, gelukkig. Ze willen de Zulu uit de lucht, want anders gaat het fout aflopen. Kijk. Dat is mooi. Ik ben even als onderhandelaar gegaan. Dan moet straks maar even iemand anders gaan. Dan ga ik even rondlopen. Dus ja, ze willen gewoon vrij doorgaan. Geen spijkermatten. Maar ze zijn maar met z'n tweeën. Hebben twee pistols met silencer en twee hostages. Okay. Ja. Nou, als ze met z'n tweeën zijn, kan één auto wel weg. Ja. En we hebben sowieso weer 3 DSC plus een BE, dus... Zo, ik hoor hem slecht. Blijf van de BSB, je moet even iets harder praten. Of je broodje stem vervormen, even iets... Hoor je mij niet goed? Ja, nee, dus heel zacht. Nu wel? Iets beter wel. Iets beter. Ja? Ja. Oké. Okay. Nice. Het werkt weer lekker goed, hè. Ik ben even naar broodje wc, mijn broodje hoofd. Excuus voor de voertuigen daar. Ik heb een hersenpan die de oren deed. Oké. Nou ja, in ieder geval... We zijn hier nu dus met... 3 DSC en 1 BE neem ik aan. En heel veel noodhulp en waar zie jij de derde dan? Nou. Ismael. Ja, oké. 1 BSB, 2 DSC en 1 BE. Nee. Kunnen we misschien in de poten schieten? Nee! Ik ga even aan de andere kant kijken, ja? Dat is goed. Zijn er collega's aan de achterkant? Zo, nee, dan moeten die naar hun positie en gaan nemen noodhulp. Volgens mij staat er een noodhulp aan de achterkant hoor. Wat is trouwens exact de situatie? Oh, te voel. Wat gebeurde er? Er kwam een hostage naar buiten. Hostage? Maar moet er een onderhandelaar? Hey, zit calamiteit in 3 voor? Maar... Calamiteit 3 voor de jubileum. BSB 002. Wat? Moet er een onderhandeling worden gestart of niet? Was al gestart, maar... Ja, is gestart, maar diegene die zei wel van ik ga wel rondlopen, iemand anders mag het overnemen. Oh, hij loopt naar buiten. Zou ik het overnemen zo meteen of niet? Ja, doe maar. Ja, dat is goed. BSB 002, akkoord mee. Wat doet die vrouw dan? Voor onderhandeling ga? Ja, positief, ga maar. Oké. Okay. Vraag sowieso mijn hostage terug hoor, ze zijn niet zo heel snel. Ja, Patrick, kom even terug, laat Zulu checken. Zijn er kentekens nagetrokken? Zulu, kunnen jullie checken op dak of dat er mensen zijn? Dat maakt toch niet uit. Nog niet. Ik check even. Wat wil je zeggen, wel even? Maar kijk, als je dat zo ziet, dan ik denk dat zij jullie zijn, heel erg op mensen. Loop maar even mij dan, beschrijf ik wat heb. Gewoon even wachten, denk ik. Checken. Hij gaat erin? Nee, ik ga even iets checken. Ja, wat stel jij voor? Jij was hier als eerste TP. Wat is de kwaps met je Dennis? Wat ga je doen? Wil jij dat wie er binnen zit? Ik ga even kijken op het dak. Zijn er niet 5, 6? In principe zijn er net in zo'n potto stil te kunnen zijn? Dan ben je wat online.
Ja, ik denk dat we wel over kunnen gaan tot een binnenval als we het reëel bekijken. Zo kijken hoe ze de hele tijd omgaan met de hostages. 51-35 hier aan de eenheid die in heeft onderhandeld. Kan het kloppen? Hoeveel hostages hadden zij toen? 1 of 2? Wedden, zij hebben helemaal geen hostages. Ze horen allemaal bij elkaar. Vernomen, eentje daarvan is net de stad uitgegaan. Dus die hebben er eentje fictief. Oké. Wat rijden ze? Ja. Een Lambo en een... Een Lambo en een... Jaguar. Een Jack. Jaguar. Jack. Ja. Ik denk dat ze wel een van de twee voertuigen hier kunnen laten als ik het zo bekijk. Als ze met twee zouden vluchten al. Ja, precies. Ik denk dat ze daar niet eens vluchten. Nee, ik denk niet eens dat ze wegkomen. Ik denk niet eens dat ze tand uitkomen. Laat staan de stad. 51-35 aan de Zulu-eenheid. Zou je nu kunnen afkoppelen? Je weet wel wat ik ermee bedoel. Want er wordt een collega op een dak in elkaar geklopt. Collega is denk ik neergeklopt. Oké, vernomen. Het dak? Ja, de persoon loopt weg. Is wel nog zit op het dak. De Zulu die zou moeten afkoppelen. Er wordt iemand boven op het dak die wordt in elkaar geklopt. Zodat daar twee eenheden naartoe kunnen gaan. We zijn momenteel maar BE en noodhulp op het dak. Genomen. Ik werd in elkaar geslagen. Persoon rijdt weg in een R8 met een nuclo, paarse nuclo. Genomen. Zouden we Potto stellen? Kan ik verder met de onderhandeling? Rent weg met een R8? Hey, het is niet echt de bedoeling dat je hier langs gaat, zeg maar. Oh, gewoon maar even wegwezen. Wegwezen! Was het een witte R8 met paarse underglow? Was die auto stil te gaan? Stap nou voor jullie. Gaan we onze auto laten liggen, jongens? Zou jij ook graag wat afstand kunnen houden van... Meneer, dat kunnen wij helaas niet. Nou ja, dan wordt u gewoon geboeid, hè, mevrouw? Ja, kan ook wel. Heel eigenlijk, een beetje kinky. Dan boeien we, zetten we in een steegje, halen we aan het eind van de dienst weer op. Aardig. Zeg maar. Vind ik wel goed. Het is beter dat je weggaat. Maar ik ben ook aan de kaffepolitie, hè? Ben jij ook aan de kaffepolitie? Wel geil, man. Meneer, heren. Dit is nog 9, ik heb 3 vorderingen, hè. De eerste vordering is niet. Ik ben heel heet. Hoor hem dan. Ik heb 600.000 ongeveer, bijna 700.000. Joe. Echt heel veel weggeven kan ik niet. Maar Rob Banks heeft 50.000 gedoneerd. Dus dat is mooi. En we hebben ook nog een subscriber, Quaps. Die is abonnee geworden. Zit er weer op 160 abonnees. Nog steeds eigenlijk. En ik denk dat de volgende giveaway gaat worden bij de 200 abonnees. Dat zal nog wel even duren. Maar mochten we de 200 halen, dan gaan we een andere leuke giveaway doen. Iets met geld en iets met een race of zo. Maar die gasten die zijn nieuw in de stad. Hoe komen zij dan in godsnaam aan zo'n Rolls Royce al? Even kijken voor wie dit voertuig is hoor. Bijna die één. Geert. Ik krijg letterlijk helemaal geen hit. Nou boeien, ik ga deze gewoon innemen. Maar ja. geen echte inname, want ik moet terugkopen. Maar, ja, ik wil even weg doen. Ja. Ja, ik heb één. Is Rami opgeroepen? Oh, hoe is het? Ja, eerst op een status 2. Ik ben al bij je collega's. Grief een beetje kort stil te houden. Nou jongens, een beetje tempo. En ik moet ook nog eventjes Pieter bedanken. Die heeft ook een donatietje gedaan. Hij heeft geen bericht erbij gedaan. En eigenlijk wilde die anoniem zijn, maar ik gun hem toch credits. Omdat hij gewoon ook een... goeie gozer is en echt een topper. Ja! Nou, moet het nou. Oh, sorry, verkeerde spier. Ho. Ik heb mijn rugklachten. Iemand nog? Ik ben niet de owner van Groningen. Ik ben een andere Dennis. Ja! Ja. Jerry die zegt tegen mij, ik zie je nog wel in Groningen, ja. Dus ik ben benieuwd of hij dan bijvoorbeeld deze overval te juwelier heeft gedaan. Of aan het doen is. Duurt weer heel erg lang ook dit. Ja.
Oh, aan de overkant staat weer die rolls. Of niet? Wat is het? Nee, dat is een andere. Ja, bij die ambulance. Ja. Ha, leuk dat jullie er ook weer bij zijn. Altijd. Altijd hè. Dat loon, dat stapelt er wel op, hè. We staan hier wel een beetje met overkill aan mensen. Er zijn twee overvallers, ze hebben momenteel maar één hostage. Oh. Ah, ik wens ze veel succes. Yep. Hoi. Hallo. Hoi. Hier alles onder controle. Zeker. Top. Ja. Dat goed. Niks geks te zien. Nou ja, jij. 51, 35, kom ik terug. Sorry, je ziet er wel goed, heftig uit. Dat weet ik. Zonder pakken ook. Hoor hem. Bespaar me alsjeblieft de details. Goed. Dus. Yo. Als er wat is. Meneer van Malen. 70, oké. Wanneer kunt u mij horen? User joined your channel. Zo. Hello? Meneer. Nou jongens, een beetje actie, kom op. Een beetje tempo. We kunnen hem neutraliseren terwijl hij hem vast heeft. Ja, klopt, maar die kans is wel moeilijk. Het is wel moeilijk als wanneer die los staat. Dan moet het wel een fatale neutralisatie zijn. Ja, dat weet ik. Dus dat doen we dan goed. Dat is mijn specialiteit. Dan schieten we. Oh, wacht, dat is niet de goede. Deze. Maar dan nee, dan hebben de spray is te groot. Ja, klopt. Nog meer schoten gelost. Houden we bij de SMG voor de zekerheid. We hebben wel kleine ruimtes. 9 mm. Oh, zo bij ACG. Ja, zo'n positie innemen. Ja, hoe wil je dit doen? Wil je dit kaarslinks doen? Of wil je dit Ik ga via een positie innemen. Ik zou stel voor 2 man aan de linkerkant, 1 aan de rechter. Is goed. Aangezien jij lichtgewicht bent, mag jij omlopen. Nou, ja, succes. Dank je. Nou, daar gaan ze hoor. De zware jongens. Kijk, daar gaan ze. Graag porten stilte voor binnenval. Zie je, daar zitten ze. Ze is ontdekt, hè? Oh, ze zijn erbij. Eén hostage gaat gepopt worden, gegarandeerd. Sowieso, ik snap niet waarom ze binnen zouden vallen. Dit is wel een risicootje hoor. We zijn met 2 man. Het is slimmer om nu gewoon een sniper daar op dak te hebben en die gewoon te botten. BSB, positie straks bevestigen alsjeblieft. Nou, kom op jongens. Wat gebeurt daar ook, hè? Ah, dat is jammer, Mark. Ben je niet aangenomen voor de AMB? Ik zou in positie. Oprecht, ik zou proberen iets anders te doen. Probeer ambulance te worden of zo. AMB wil je eigenlijk echt niet. Er is zoveel ellende altijd met die jongens. Terwijl ze het eigenlijk best wel goed doen. Onderhandelaar, stop allemaal mee, loop weg. Deze collega je voorzitter is een beetje krek. Best nee, 3, 2. Nee. Ja, die is dood. Die is wel. Die is dood. Oké, loop, Gert. Nee. Neutraliseerd. Hostages in leven. Top. Top. Alles clear. Nou, laten we nog even deze voertuig checken. Voertuig info. Kan je noodhulp controleren en bellen ons? Ben ik vrij? Hoe gaat het met je? Ga anders even, op, even uit de regen en even zien rond het afdekje zitten. Hallo? Hallo? Ja? Ga eventjes uit de regen even onder dat afdakje zitten. Kunnen we even kijken of het allemaal goed gaat met je. Oh ja, het gaat hartstikke goed met mij hoor.
Je weet je zeker, je bent net hostage gehouden, je pistool tegen je hoofd aangehad. Ben je niet verwond? Heb je ambulance nodig? 38, 8 kop. Heb ik een ambulance nodig? Nee, ook niet. Dan zou je dan wel, nodig, zou je dan wel heel even tegen het gebouw willen aanstaan en wil je wel even fouilleren? Ja, dat mag. Even handen omhoog doen, alsjeblieft. Ja, hoe moet dat? Ik ben net nieuw in deze map. Hoeveel, wat? K, spier. K. Kat. Ik heb een spin op je been. Oei. User left your channel. Yo, je fixed. Nee, je hebt niks bij je. Ja, als het dan helemaal goed met je gaat, dan hebben wij ook geen reden om jou vast te houden. Oké. Okay. 26.12.26.74 poplokken. Mag ik nog wel heel eventjes je ID-kaart zien, alsjeblieft? Ja. User left your channel. Hoi. Okay. Als het goed is, heeft u hem of niet? Ja, ik ga heel even kijken hoor, ogenblik. Dat was zwaar werken hè. Een bijzondere naam ook weer. Even kijken of hij toevallig matcht met een van deze. Ja, zal maar binnenladen, oké. Ja, sowieso dat weet geen. Dat collega, wil jij even deze voertuigen checken? Oh, dat zal dat zijn. Zijn de kofferbakken al gecheckt van deze auto's? Nee, nog niet. Ik ben heel even het idee van deze hostage aan het controleren. Ja. En, is voor de rest wel een BE? Nou, een beetje gewoon. Ja, hoe kut is? Oké, top. 2680 koppelt af. Nee, verder is alles helemaal in orde, meneer. Oké. Okay. Nou, top. Kom jongens, we beginnen meteen met naaien. Dan zeg ik, doe voorzichtig. Ja, je weet. Hoe inbouwt ik een auto? Ja, je weet hoe erg het is hier in Groningen. Ja, maar deze mogen niet inbouwen. Ja, het is heftig, ja. Ik ben ook best wel bang. Oh. Ja, maakt niet uit, komt helemaal goed. Toch wel, voertuigen mogen niet. Ja, fijne avond. En waar zijn dat? Jo, rustig aan. Doei doei. Doei. Oh ja, ze zijn dood, dat mag niet. Nope. Oké. 51, 35 gekopieerd. 34 gekopieerd. 31 nooit. Ja. Oh jongens, jongens, lekker wapentje afgepakt. Vijand. Hij is blij hoor. Ik sta op de stream. Oké. Hij is blij die man. 35 onderweg. Beste stream, dat is een grapje, ik ben niet wapengel. Je koppelt ook af. Dat was echt zeker wel, vijand. Nee, ik ben niet wapengel. Gewoon zeker wel. Waar is mijn collega Gert gebleven? Goeie vraag, ik denk links. Waar? Hij is weg, Oké. Wil jij met mij mee dan, of? Ja. Nou, dan ga jij maar mee. Ja, dat is pech. Collega Gert weg. Ja. Ah, joh, hij was er nog maar aspirant. BE al 2 koppelt af. Ja. BE koppelt af. Gaan we naar, wat is jouw roepnummer? Ja, 2673. 2673. Hé, die heb ik wel vaker gehad. Ja, ja. Gisteren. Ja, zeker. Even naar stad Porto. Ik zie dat er veel mensen in zitten. Ja, dat is goed. Channel switched. User joined. De 2635 en de 2673 staat dus 1 over. Hoe is die? User joined your channel. Ja, hoeveel speeltijd ik heb momenteel. Die is echt irritant. Welke? Die linkse van u, die gaat bij mij de hele tijd open. Oh, is dat zo? Ja. Oké, wacht even, kijken of we kunnen fixen. User left your channel. Nu is hij tegen mij. En nu is hij open. Nu is hij dicht. Ja. Open en nu vliegt de mijne weer. Oh mijn god. Huh? Okay, deze auto is helemaal negatief. Oké, we gaan even naar HB een andere auto halen. Ik wil, ik wil die bike, dat bike ding wil ik hebben. 26 bike ding? Ja, er zitten fietsen in. Echt? Ja, alleen. Hebben we dan ook echt niet met de fietsen? Nou, nog niet. Dat komt nog. Oh, dat wordt leuk. Ja, dan precies. Kunnen we die meepakken naar de UWV en kunnen we fietsen. Jazeker, maar die rijdt ook veel beter dan, deze. Ja, dat is mooi. Ja, wat ik heb gisteren mijn sollicitatie gedaan voor motor ook. Ah, ja. En is het gelukt of niet? Weet je nog ik iets? Heb nog altijd geen idee wanneer het komt. Nee, het komt vanzelf. Ze zijn druk, ja. Ja. Ik heb sowieso nog 10 jaar dat ik in dienst kan zijn, dus... Kom, we gaan deze weg doen. Yo. Kijk, ik neem even die andere, die bikerbus neem ik. Oh kut, zo kut. Oh shit, weg. Hij rij over mee, rij over. Hij stinkt. What the fuck? Je stinkt zelf. Het is een Belg.
my back. Oh shit, sorry, Sato. De 2611 heeft eenmaal extra volging van een blauwe Renault. Zuid-Hollanders, echt niet. Per moment Q-Park door richting UWV. Rijd de UWV op. Oké, zullen we erachteraan gaan? Ja. UWV hoor ik. Ja, de 609 kopieerd. De 2635 kopieert ook samen met de 2673. Gaat richting om een... de drukke weg op UWV, gaan linksaf richting... Ik heb vandaag al zoveel gedaan. Donkerblauwe Clio. Lichtblauw. Donkerblauwe Clio, opletten. Oké, ik ga het even verkeerd inrijden. Mijn Clio rijdt niet snel. Dat is waar. Is heel makkelijk putten. Uitkijken voor een kromme Titan, die probeert ons heel tijd te Die rijdt wel snel. Dit is wel een beter wagentje hoor, deze. Ik weet het niet, ik rijd wel graag met die Titan. Ah ja, met Toyota. Okay. Die Titan zegt Titan, ja ja. Bij de momenteel richting Chinese car dealer. Ja, wij hebben zicht... Dat is dus totaal geen Clio, hè? Jawel, jawel. Ah jawel, een lichtblauwe. Is hij donkerblauw? Mooi. Hoort die zwarte erbij, of niet? Die zwarte RSS zei dat het voertuig gestolen was tegen mij. Gewoon putten, zou ik zeggen. We rijden spook op de snelweg. Hoezo houden we die... Ik heb er niet bij. We houden wel bij, maar ik ga niet maximaal. Ik wil even kijken of hij gaat pitten. Ja. Ja, easy, mooie put. Stop in! Stop in! User joined. Nee, hij gaat erin! Oh, god, gaat hij. Nou ja. Kom, kom! Wat doe ik? Kom, ga er dan in! Een persoon is overgestapt in een zwarte RS6. Ja. Dat waren dus vrienden. Momenteel is het, volgens mij is het ook geen een 6 uurtje. Ik deze dan namen. Rijden gunshop. 05 staat te zijn. Linksaf gunshop tegen het verkeer in. Karels en Sam is toch geweldig. Ja hè. Maar volgens mij is die gozer, ik deze dan volgens mij volop, maar er gebeurde niks. We zijn momenteel richting Leicester. Oh, waar ging hij? Leicester. Leicester. Ben je, oh ja, ik zie is er een motor in ja, beschikbaar? Ja. Ja, er zal een motor in het beschikbaar zijn als ik werd aangenomen. Een Mark VP? Ja, of ik. Ja, heb je ook gesolliciteerd voor motor? Ja, ja. Dat is mooi. Ik heb nog niet gespoord hoor. We moeten alle twee motor in het zijn. Oh, ziekenhuis. Snelweg op richting Sandy, grenspost. Eerlijk, dat zou wel echt mooi zijn. Alle twee gewoon dingen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Kan jij waypoint zetten richting Sandy? Grenspost, ja. Ja. We rijden mouwmarken A. Oh, we gaan al goed trouwens, laat maar. Ik weet niet, dit is al de weg. Ja. En snelheden boven de 300 km per uur. Oh, dat hebben we niet met deze bus hoor. En mouwmarken B. Nee, dat halen we niet, maar als die door de grens was gaat, dan sloot die vanzelf. Dus. Oh, heb ik... We naderen mouwmarken C. Heb ik mijn titel opgefokt, Jerry? Anders hadden we de fietsen er wel uit. Dat is denk ik autocorrectie geweest. Ik heb hem op mijn telefoon gedaan en die doet een beetje karig. Ik zit verstand, ja. Ik heb weinig verstand met zo'n titel. Maakt niet uit, ik corrigeer hem wel na de stream, dus dat maakt niet uit. Ja, en anders, met die fietsen halen we het wel er. Die fietsen gaan hard, hè? Die kunnen gewoon 70. Ja, die kunnen 100 als je wilt. Ook nog. Ja, als je de hele tijd gaat springen. Ja, maar niet met mijn dikke lichaam. Oké, die had ik niet zien aankomen. Die gaat niet zo hard, hè? Ja, heuveltje af ga ik 120, denk ik. Heuvel op 40. Oh, schoten gelost worden. Ik weet de locatie niet eigenlijk. Maar waar? Locatie? Richting Sandy. Ja, oké, hier letterlijk rechts voorhand. Ja, ik zie hem al. Gaan ze de afslag af? Positief, afslag. Kijk, wij gaan dan kunnen wij die afslag. Ja. Twee keer gesloopt. Ja, echt hè? Wat? Oh, daar heb je hem, daar heb je hem. Te voet. Eén collega is erachter. Ah, hier links. Wacht. Blijf staan, dan kan ik er ook achter. Ja. Ik ga heel klein stukje over... heel klein stukje over. Nissan betrokken bij de winkeloverval, Dennis? Dennis? Ja? Nissan betrokken bij de winkeloverval van daarnet. Oké. Waar rennen jullie? Oh, hier. Ja, we hebben hem hier. Hé, hey, joh, herken ik nog van net, man. Lekker, jongens. We hebben hem. En die andere persoon? Mijn fysiek is ook niet meer wat geweest. We hebben jullie de andere pakt. Ik zat alleen als bijrijder. Zit nog iemand in het voertuig, collega? Oké, wil jij hem hebben, Mathieu?
Robin? Matje? Zij, wil jij hem hebben in het voertuig? Zeg dat nou. Negatief, ik ben in achtervolging met de rest. Ja, dat is vernomen. Ik heb niks bij me, meneer. Nee, ik zie het inderdaad, maar we gaan je wel even meenemen in het busje. Hoe kan ik eigenlijk mijn skin veranderen? Chardel. Ja, slash skin. Slash Chardel. Slash register. Nee, slash register kon niet. Dan slash Chardel. Oké, zullen we hem even naar stad vervoeren? Gaan we daar wel even zijn rechten voorlezen? Ik hoorde van Mathieu dat hij betrokken was bij de overval. Klopt toch, collega? Ja. Ik heb niks gedaan, broer. Nou ja. Oh, hier staat ook iemand links. Ja, maar die... Met, oh, wacht even wat die... Er is Mathieu bij links. Wat is die Brabus aan het doen? Denk ik iets. Trouwens, een Luma. Ik sta tegenover jou. Schuin tegenover jou. Dat is een Luma, ja. Let's go. Kom hier net van de elektriciteitskast af. Even checken hoor, dat het hier goed gaat. Ah, dit gaat wel goed. Wij gaan naar de stad. Ik heb helemaal niks gedaan, meneer. Nou, je bent sowieso betrokken geweest bij een overval, dus dat heb je sowieso al gedaan. Overval? Ja. Hadden die mensen waarbij ik instapte een overval gedaan? Ja, dat weet jij beter dan ik, hè? Bro, ik weet echt niet. Hun zeiden tegen mij, ik zat te rijden. Hun zeiden tegen mij, stap in. En ik dacht, ja, waarom niet? Dus toen dacht je, laten we ze bij een onbekende in gaan stappen. Ja. Ja, dat is niet handig dan, hè? Nu heb je medeplichtigheid van overval op je naam. Moet je die mensen die te hard rijden niet aanpakken? Ja, dan, kijk, als we jou niet hadden hoeven pakken, dan hadden we dat kunnen doen, inderdaad. Maar overval is net iets erger dan te hard rijden. En daarnaast hebben wij kentekenscan aan, dus we krijgen gewoon een boete op kenteken. Dus ja, weet je, ik kan hier vast wel je rechten voorlezen. Je hebt het recht om te zwijgen. Je hebt het recht op een advocaat. Al dan niet door ons... toegewezen, zeg maar. Heb je zelf een advocaat die je wil gebruiken? Nee. Heb je medische zorg nodig? Eten en drinken heb ik nodig. Dat kan ik je, ben ik bang, niet geven. Dat heb ik niet. Is het heel erg? Want dan moet ik zo meteen even... Niet heel erg. Oké, nou, dan maar ik kan wel wat gebruiken. Ja, oké, okay, hallo, maar we zijn niet een van de snack waar je even vol kan laden in de cel, hè? Volgens mij was de gevangenis rechts. Ik bedoel links. Ja, maar we gaan niet naar de gevangenis, we gaan eerst naar het hoofdbureau. En als we bij het hoofdbureau zijn aangekomen... Daarnaast heb je ook nog trouwens het recht op een tolk, maar ik merk dat je aardig goed Nederlands spreekt. En je hebt het recht op de juistheid van informatie. Weet je waarom jij bij ons in de bus zit? Ik heb het je net verteld. Ja, omdat ik bij iemand in de auto was gestapt die een overval had gedaan. Ja, waardoor je medeplichtigheid te lasten wordt gelegd. We gaan even via de achterkant naar binnen. En dan heb ik nog niet je ID gezien. Die zou ik straks graag even... Meneer, ik heb een vraagje. Ja, dat kan even niet, jongen. We zijn even bezig. Nou, ik heb toch echt een heel belangrijk vraagje over mijn auto. Ja, dat gaat er nu niet. Ja, dat vind ik wel echt een pop. Ja, dat is dan spijtig voor je. Precies. Ik zal wel even kijken wat hij wil. Ja, ja. Meneer, je mag wel even de trein verlaten. Het is niet de bedoeling dat je dan nog naar binnen gaat rennen. Kijk, ik heb een vraagje. Ja. Mijn vriend auto is in beslag genomen, toch? Ja. Wij zeiden al dat we even bezig zijn, dus we kunnen nu niet je vragen beantwoorden. Ja, maar ik zou wel even antwoorden. Oké, is goed. Mijn vriend zou auto is in beslag genomen en nu? Nee, hoe moet hij hem toch krijgen? Ja, maar aan wie moet... Kijk, ik ga je even uit het voertuig halen, hoor. Trap eruit kapot, dat is apart. Waarom zou je dat doen? Dan heb je ook nog vandalisme op je naam. Dat is niet handig, hè, dat je de ruit nog even kapot trapt. Ik dacht, misschien kan ik toch ontsnappen op een of andere manier. Ja, dus dan krijg je ook nog vandalisme op je naam. Dan wordt de straf wordt alleen maar hoger.
Eens eventjes kijken hoor. Jij wilde geen advocaat? Nee. Ja, dat scheelt je dan een derde van de straf. Wie ben jij? Meneer, bij mij bent u onzichtbaar. Maar wie ben jij? Hoe kom jij hier? Oh, nou, ik wacht dus op een agent, dus ik mag hier even wachten. Van wie? Welke collega zei dat? Op een collega, hij noemt zichzelf Kermit. Kermit, oké. Okay. Ik zal zo even overleggen. Kermit, kan het... Oh, hij is niet beschikbaar. Kus. Oh, ook vluchtmisdrijf. Hebben wij hier... Niet vluchtmisdrijf. Nee, we zijn hier even met zaken bezig. Airlines. Ja, maar ik moet hem even in de cel stoppen. Oh, zo. Ja, Vanessa Airlines, ja. Oké, mag je heel eventjes met je handen omhoog? Wil ik... want ik heb je al gefouilleerd. Ik wil wel graag even je ID zien. Ja, is goed toch? Die mag u zien. Zelf nu ook freelance acteur voor Irasiel TV. Okay, zou je je ID willen geven aan mij? Ik ben betrokken geweest in reclame. Ga ik even dat systeem halen? Oh ja. ID. Ja, kom, geef hij ja. Ja, ik zie hem. Roy Aap. Ja, je hebt verder niks op je naam, dus dat is positief. Ik ga je even overleggen over de straf en dan ben ik zo bij je terug. Ja, is goed toch? Ja, dankjewel. Hey, Jan van... Ik heb dat ding al 2 keer gegeven. Is hier een collega die Kermit heet aanwezig? Nee. Alleen meneer Van Essen. Oké, waar is Kermit dan? Ben jij Kermit? Ik heb flauw idee wat Kermit is. Ben jij toevallig collega Kermit? Nee. Pieter, zeg hallo. Dat is apart. Ik ben Timothy Lul. Ik ben meneer Van Essen, de 605. Ja, maar hier staat iemand en die zegt dat hij daar mocht wachten van collega Kermit. Maar Kermit is hier vervolgens niet in de buurt. Nee, weet ik. Dus dan ga ik hem wegvorderen. Hoi. Ja, stuur maar weg. Oké, is goed. Jongeman, er is hier helemaal geen collega die Kermit heet, dus je mag gewoon even het gebouw gaan verlaten. En Maarten? Ja, maar je kan niet allemaal willekeurig namen gaan noemen. We hebben, hier we hebben wel een collega die Kermit heet, maar... Ja, maar hier zie je momenteel niet, dus ik ga je boeien en ik ga je wegbegeleiden. Ik helpen. Ik kan zelf ook lopen. Ja, nee. Dat weet ik. Je loopt zomaar het AB Je bent hier ook binnengekomen. Wat ja. Had je afgesproken dan met... Dat hij, als hij klaar was met die persoon, dat hij dan met mij zou... dat hij dan met mij even naar de UWV zou gaan. Nee, dat is bijzonder. Maar ik zou misschien een auto van hem kopen. Meneer, wat bent u hier aan het doen? Wat ik hier aan het doen ben? Ja. Nou, wat denk je? Ik sta hier mee te springen. Oké, zou je dan even de trein willen verlaten? Ga ik even het hek voor je open doen. Maar dat hoeft niet hoor. Waarom moet u me per se een handboei doen? Nou, dan weet ik zeker dat je niet wegrent. Dus het zou fijn zijn als je ook hier niet meer terugkomt, we zijn hier bezig. Jullie zijn stom. Wist je dat? Oh, ik vind het zo. Jij bent een squeaker. Niet waar. Nee, valt best mee hoor. Ik zei even, man. Meneer, u mag hier wel eventjes het gebied verlaten. U bent net ook al weggestuurd. Ja, ik heb mijn auto nou geparkeerd, meneer. Maar hoe kan dat dan? Via wat kom jij binnen? Want de hek zit gewoon op slot. Nou, dan moet je beter je bovenhek bekijken, meneer. Het hek boven is open. Oké, dit is irritant. De hek boven schijnt open te zijn. Hier komen allemaal auto's. Weet jullie waar ik een betere auto kan kopen? Ja, bij de ACG kan je een betere auto kopen. Ik ga even het hek voor je open doen, dan kan je er hier aan de achterkant uit. Gaat die een keertje open of niet? Volgens mij is die al open, toch? Nee, ik ben er nou vandaag 5 keer heen gereden en hij is 5 keer niet open, die dealer. Oh, ja, dan zou je even Twitter in de gaten moeten houden. Oké. Wat fuck jongens, komen allemaal mensen hier aan, wat is dit voor onzin? Oké, ik was met die gozer bezig, nou weet ik al niet eens meer zijn naam. Oh, die heb ik hier nog. Roy Aap. Nou, daar gaan we, Roy. Maar hij is Mathieu. Nou, die heb ik niet nodig. Mathieu zei sowieso dat hij medeplichtig was voor de overval. Draai de rij zonder gauw.
Wat is er hier gebeurd met de advocaat? Administratiekosten snel. Die valt flauw. Mentale breakdown. Oké, nou ja. Je gaat mij niet vertellen dat boetes en doodslag, waarvan ik de doodslag weet ontkrachten, resulteert in mijn cliënt die even attendeert dat de agent nog even openstaande boetes moet controleren. Ja, dat is inderdaad bijzonder. Hij is niet heel slim. Nee, en het is dat ik echt 10 minuten lang tegen mijn cliënt zeg dat hij zijn fucking mouw moet houden. En ja. Dan toch. En dan toch. Dat is niet heel handig. Ik heb niet genoeg mijn geld om ze te betalen. Dus nu? Nu gaat hij voor eeuwig weg. Ja, ja nu gaan we dat oplossen. Boetes. Ja. 26 euro, die persoon die naast de snel staat, kwam die net niet uit het voertuig? Ik wou het net zeggen. Ik moet eigenlijk dingen in beslag gaan nemen. Ja, doe maar. Oké, collega, dan gaan wij voor hem eventjes de maanden berekenen. Collega's, kunnen jullie koppelen naar de afrit? Precies de locatie voor postcode. Ah, je zit op... Collega, ben je er hier toevallig? Ben je er? Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Laten we dan eventjes zijn maanden zeggen, kunnen we het transportje opmaken en dan kunnen we hem wegstoppen. Ja. Dus even kijken hoor, want ik had vandalisme, want hij heeft onze ruit ook nog even ingeslagen hier op HB, dat vond hij nodig. Oké. Okay. Dat is sowieso al 8 maanden. En hij heeft poging tot overval, dus ook 8 maanden, dus komt hij op 16 maanden. Plus vluchtmisdrijven. Ik wil ze... vluchtmisdrijven, hoeveel maanden is dat? Dan zal ik even kijken. Even kijken, negeren... Ik ga even kijken wat het wetboek hierover zegt. Ja. Je hebt wel een paar kunnen. Ik zie dat wegen, verkeerswet, straat, vluchtmisdrijf, 12 maanden. Echt, ik heb helemaal geen geld. Okay, dan, niks. Wil ik graag even. Ik neem aan dat. Heeft hij een advocaat nodig? Of, Nee, wilde hij niet, dus er gaat 1/3 vanaf. Oh, wil hij. Ja, als hij dat niet wilt, niet, hè? Dan niet. Nee, als hij zelf niet wil. Nee, als iedereen wil, officieel, en dit zijn er hier, alles wat je wel hebt in beslag nemen. Oké, okay, even kijken. Totdat we hebben een bedrag, vluchtmisdrijf, 12 maanden. Bij deze. 28 maanden, denk ik. Samen. 28 maanden, ja, klopt. Nou, dan gaan we het transport opmaken. Zullen we advocaat vandaag aardig. Ja, zullen we een grote bus of niet? Ik jou die? Tja, kan wel. Ja, ga jij die bus halen en ga ik met hem naar buiten. Straf ja, per 1000 euro. Wanneer wordt dan 28 maanden? 1 maand. Oh joh, kom maar op. Oh, nou, je bent ook nog op me aan het spugen. Je wilt meer, of? Klient. Wat ben je mee bezig? Klient. Godverdamme. Even kijken, klient, kunt u even tegenover mij komen staan hier? Nou, eens even kijken. Kunnen we daar nog even iets voor aanrekenen? Ik zie... Kom even tegenover mij staan, cliënt. Kunnen we even overkijken? Spugen staat er niet in, hè? Dat is jammer. Jood. Ga in ieder geval, als je eventjes tegen de muur wil aanstaan met je handen omhoog, als je dat niet doet, dan moet ik helaas geweld gebruiken. Met welke spier doe ik mijn handen omhoog? Met de K-spier. Wat mij betreft moeten er 80 zijn, maar ik ga ook akkoord met wat u net heeft genoemd. Oh, dat vind ik leuk. Met Jean-Michel. Hallo! Hier, Rob, jouw collega. Hoi. Hé, hey, even normaal doen. Hey, nou. Hallo, meneer. Meneer, bent. Ja, waarom ben je zo, zo agressief met spugen en bijten, zo? Ja, kan wel. Bijten, dat lijkt me onmogelijk. Of even achter me. Ik heb hem hier, collega. Oh, ja. Hij heeft zojuist ook nog op mij gespuugd. Ik weet niet of hij daar komt nog, ook niet bij. Ja, ik weet niet welk artikel dat is. Ik zit even te zoeken, maar ik kon hem niet vinden. In je kastanjekapsel. Wacht even, ik ga even kijken. Hier, hij spuugt nou ook op jou? Je moet wel even uit de bus, anders kan ik hem niet erin zetten. Ja, klopt. Maar heeft gemist met een spuug op mij. Sorry, wat zei je? Heeft gemist met een spuug. Ja, maar bij mij niet. Hij heeft mij recht in mijn gezicht. Dat is niet heel fris. Welke artikel is dat? Ik ben even aan het zoeken. Ja. Misschien is het wel gewoon een boete. Ja, ik zie het wel als mishandeling eigenlijk, maar ja. Ja, ik weet niet of spugen onder mishandeling valt.
gaat uitschelden. Ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat we hier iets mee kunnen eigenlijk. Ik ga het wel een navraag. Ik denk het wel, wacht even naar. Ja, is goed. Ja, belediging, ambtenaar en functie. Hey, jullie hebben wel een mooie rap op jullie busje, man. Kan ik die belediging, ambtenaar en functie kan. Ja, valt spugen daaronder? Ja, dat, ja, dat vind ik op zich wel, ja. En dat is 1000 euro. Dat is 1000 euro. Oké, geef jij hem die boete? Trouwens, hier hebt u boete nog. Hey, homo. Ik hoef dit bonneke van jou niet. Oh, maar je geeft hem aan mij. Echt? Je hebt mij de boete gegeven. Godver. Ja, je had je menu te vroeg open, denk ik. Oké, dat is zo grappig. Nice. Nee, spugen is niet poging tot moord. Nee, dat zeker niet. Ik weet niet wat je precies spuugt. Dus hij je spijker spuugt of zo, weet ik veel. Maar zeker geen poging tot moord. Nee, dat niet. Dat ja, niet. Nu heb ik hem. Okay, ik geef het zo meteen wel 8. Ja, kost me weer 1000 piek, jongen. Alsjeblieft. Thanks. Oké, daar gaan we. Meneer Flessen, wilt u mee? Oh, ja, zeker. Vindt u het leuk? Ik ken u eigenlijk helemaal niet. Nee, ik jou ook niet. Dus daarom aangenaam. Karel van Essen, oud-vliegensecteur. Ah, ik ben Dennis Dinozo. En Dennis Dinozo? Jazeker. Welke nationaliteit is dat? Gewoon Nederlands. Ja, nou ja, mijn vader was Italiaans. Oh, vandaar ook Dinozo. Aha, vandaar. Ja. Ik ben Luxemburgs. Zo? Ja, sinds jonge leeftijd verhuisd naar Nederland. Groningen. Dus deze man met die stem. Ja, nee, dat... ja, ik hoor dat u een soort van legende bent binnen het korps. Ja, vele mensen kennen me natuurlijk. Dat is, denk ik, vooral door mijn leeftijd en... ja, de mensen zeggen humor, maar ja... Ik denk dat voornamelijk door mijn agressiviteit naar jeugd toe. Oh, u bent vrij agressief, begrijp ik dan? Naar jeugd toe? Ja, want ik word echt wild van jeugd. Oké. Okay. Er is altijd een fratsen die ze uithalen en dan is het... Godverdomme, dan pak je liefst zo'n koekenpan en slaat er voor de kom heen. Oh. Ja, want die zijn niet in onze uitrusting momenteel, hè? Nee. Maar als ik hem ooit vind in de kluis, die pak ik mee in mijn patrie. Van die man, jongen, wat? Ja, nou, dat begrijp ik. Ik ben een heel behulpzaam persoon. Ik heb een vrouw, Griet. Griet? Ja, Griet. Één zoon, een kleindochter. Bent 2 jaar opa nu. Dus daarom. Zo. Wat is uw leeftijd dan? Bent u nu... 74. Maar dan bent u toch al met pensioen? Ja, dat zou je zeggen, maar ik word nog steeds goedgekeurd door korpsleiding en door de overheid. Want vliegen met deze leeftijd is ook niet echt iets natuurlijk, hè. Zou je ook gewoon zeggen van, pas maar op, maar... Nee, ik word nog steeds goedgekeurd, snap je? Ik heb ook van de Guinness World Record die een oud-vliegensecteur benaming toen gekregen. Ah ja. Dus, ja, en heel eerlijk gezegd, het loon van de politie is er ook niet naar dat je zegt van, goh, ik heb pensioen. Nee, precies. Ik zie sommige mensen in Groningen, die doen dan wel wat illegale praktijken natuurlijk, hè. Maar die verdienen dan echt kapitaal en dan denk ik van, god, jezus, doe wat met je leven. Je hebt zoveel centen. Ja. Wat zou jij dan met dat geld doen als je zoveel geld hebt? Oh, het gouden vliegtuig kopen. Oh, dan maak ik mijn vader echt trots, hoor. Ja? Mijn vader zei altijd, Karel, als je één ding doet, hè. Vanessa Airlines is al ver gekomen, hè. En dus, ja, het gouden vliegtuig zou een echt prima aanwinst zijn daarvoor. Ik heb daar wel wat over gehoord, over Vanessa Airlines inderdaad. Ja, klopt. Dat is mijn vliegmaatschappij. Zo, de knijter. Die komt hard voorbij. Mm-hmm, ja, jezus. Ja. Die B-klas is wel helaas niet zo snel. Nee, ik heb hem gelimiteerd op... ja, weet ik. Nou, ik denk dat hij wel iets harder kan met zijn bus ondertussen. Er rijdt wel precies, een Brabus achter ons, meneer Van Essen. Een Brabus? Waar? Ja, achter de bus. Oh ja, ik zie het. Oei. Ga eventjes ertussen rijden, moment. Ja, dat... Collega, rij maar even door. Er rijdt een Brabus achter ons. Even kijken. Hij rijdt gelukkig niet zo hard. Nee, dit is geen Brabus, het is een MK6. Valt mij. Nou, het is toch wel verdacht, of niet? Ja, nou. Sowieso zwart, hè? Alles zwart, geblendeerde ramen. Ja. Nee, maar precies. Die benaming oud-vliegensecteur heb ik toen gekregen toen ik. Want ik ben namelijk de oudste vliegensecteur binnen de wereld, is berekend. Dus daarom heb ik die benaming gekregen.
Ah, zo. Ja, dan is het wel hele eer dat ik dan met u op pad mag. Ja, zeker. Er zijn vele mensen die zeggen maar van, oh, hey, daar heb je Karel. En dan heb ik sowieso, oh, ja, ken ik je, want soms, ik ben wel soms wel vergeetachtig, maar ja. Dat vind ik wel ook wel kneuzig als ik soms mensen vergeet. Ja, maar Karel, ze hebben niet met je geknikkerd. Gewoon meneer Van Essen, hoor. Een beetje respect mag wel. Ja, klopt. En dan zeg ik ook vaker, hey, meneer Van Essen voor je, hè. Dan ook dan ook vaker bij de jeugd, dan zeggen ze, Karel, nee, meneer Van Essen voor je. Ja, tuurlijk, meneer Van Essen. Hm? Natuurlijk, ze moeten gewoon meneer Van Essen, gewoon een beetje respect... Ja, precies, precies. ...voor de ouderen. Nou ja, leuk dat u mee bent. Zit u ook nog wel echt dagelijks ook, in het veld? Doet u veldwerk of niet heel veel? Veldwerk? Ja, zoals op pad patrouilleren, dat soort dingen. Oh ja, daar ben ik nu de laatste tijd wel meer, ja. Ja. Nou, voor de rest mijn hobby's, ja. Heel veel vliegen en rijden in beta. Ja, oh, wat gaat de collega doen? Wat gaat de collega doen? Hé, verkeerde spier, meneer. Kijk maar nou. Hij is eruit gevallen. Natuurlijk, stap lekker voorin, joh. Wil je ook nog stoelverwarming anders, of wat? Nou, daar gaan we. Ja, maar beta, dat is mijn oldtimer. Dat is ook maar alles samen met mijn vrouw. Ja? Ja, Greet en beta. Hm? Je vrouw heet Greet. En je oldtimer die heette? Mijn vrouw heet Greet. Mijn oldtimer heet Beta. Mijn beta. RSS heet Truus. Je hebt ook een RSS nog op die leeftijd. Jazeker. En mijn Airbus heet Liesbeth. Oké. Je kunt zelf mee wandelen. Pak u maar mee. Ja. Stop jij hem dan in de cel voor het aantal maanden, collega? Yo. Kijk, zo gaat het tegenwoordig, hè? Het is gewoon yo. Oh ja, dat ligt er gewoon in. Ja, top. Nou, oké, okay, bij deze ga ik u zelf schrijven. Zo. Help. Rustig maar. Nou, dan gaan we weer vandoor. Ja, ja, ik wil niet weer in de andere kant van de cel zitten. Heb ik al genoeg gezeten vroeger. Ja, maar dan is het toch mooi om te zien dat het nog goed kan komen met je. Ja, ja. Ewa, hoe lang moet jij hier zitten? Nou, meneer Van Essen, wat wil je doen? Wilt u eerst een bakje koffie of gevulde koek misschien? Bakkie pleur vind ik altijd lekker. En dan kunnen we eens ook een koppeldienstje draaien. Altijd leuk. Ja, prima. Dat lijkt mij helemaal goed. Even deze deur. Iemand moet mij wel even ergens aan te brengen. Ja, is goed. Kunnen we een koppeldienst doen met z'n drieën? Of is dat een beetje overkill? Ja, dat kan ook. Kan ook, toch? Dat kan. Ja. En meneer Van Essen, ik wil wel even mededelen, meneer Van Essen, dat er wel mijn GoPro op mijn vest staat wel aan. Oeh. Dus dan weet je dat in ieder geval. Ja, geen probleem. Oké, we kunnen wel met z'n drieën. Ja. Dat is mooi. Ja, en mijn jaren ouder, dat toen ik nog brigadier was, dan deed ik altijd met de fiets patrouilleren. Ja, dat weet ik nog. Ja, ik heb spijtig genoeg nooit meegegaan. Nee, we willen heel erg binnenkort, Huub en ik, willen we met die bikebus willen we op pad, als we ook de fietsen eruit kunnen halen. Oh ja. Huub Smurf. Ja. Hey, wie is dit? Ik ben juist heel goed met de andere Huub. Heel even checken wat die is, want die auto, dat kenteken, heb ik de hele avond popt die al op. Ik wil even weten wie het is. Goeiedag, ja, meneer. Ja, ik ben Huub. Overal waar ik ga, kom ik dit voertuig tegen. Zou je even voor mij een rijbewijs willen geven? Zeker. Ja, is goed. Alsjeblieft. Sjoerd Vermeer, ik ga heel even in het systeem kijken. Even checken, wat heeft die voertuig? Straf, geen straf. Oké, ja, je lijkt verder niks mee te hebben, Sjoerd. Wat is de reden dat je eigenlijk de hele tijd bij ons in de buurt bent? Want dat valt wel een beetje op. Ja, gewoon niks te doen. Je hebt niks te doen. Oké. Nou, ik heb ook geen reden om jou verder staan te houden of wat dan ook. Dan zeg ik, veilige kilometer, Sjoerd. Rustig aan. Hetzelfde, heel fijn avond. Wat, meneer, wat bent u aan het doen? Want u heeft helemaal een rood hoofd. Gaat dat goed? Ja, dat gaat goed. Ik was even kentekens aan het checken. Oké, en waarom zou jij onze kentekens checken?
Is dat een masker wat hij op heeft, meneer? Dat weet ik niet. Nee. Ik wil graag wel even weten wie deze meneer is. Wat is die meneer hier aan het doen? Hallo? Voilà. Dit is hem. Wat ben jij aan het doen? Waarom ben je onze kentekens aan het checken? Wie ben jij? Mag ik even een rijbewijs of ID zien? Moment. Jowen. Die deur is er ook uitgereden. Jezus. Jerry Forsaken, heb ik nog nooit van gehoord. Eens even kijken wie dat is. Kijken of ik hem ook nog kan pakken. Het zou mooi zijn. Jerry Forsaken. Eens even kijken. Jongens, we hebben al helemaal niks. Oké, ja, Jerry is allemaal in orde. Ik zie geen rare melding in het systeem. Nou ja, dat weet ik. Meneer, raakt u die helm vaker in het openbaar? Ja, maar dat is eigenlijk niet toegestaan. Dan kunnen wij een proces verbaal voor opstellen. Oké. Dus wat we aanraden is... Dan kan ik het best in mijn auto gaan zitten, toch? Dat is mijn eigen ruimte. Je bent wel op de openbare weg. Inderdaad. Ja. Je moet wel gezien worden als het ware. Ja. Kijk, ik zou ook nog, als ik echt wil, kan ik ook nog een meting doen op je voorruit. Die is zo zwart. Die is waarschijnlijk minder dan 30%. Hmm. Ja, dan moet je bij je ANWB wezen, hè? Maar dan moet jij eigenlijk bij de ANWB wezen om dat lichter te laten maken. Hoe loopt jij nou? Ja, dat kan. Maar dat gaat wel geld kosten. En ik heb momenteel 3000. Ja, oké. Nou ja, dan weet je, dan ga ik... Ik ga je daar verder nu ook niet voor hinderen. Nee, ik zal weer naar de stad toe gaan en jullie aan het werk laten. Is goed, man. Fijne avond, hè? Rustig aan. Yes, hetzelfde. Oké. Nou, ik heb meneer nou eventjes voor wat het is nu even gelaten, want Hey, Vanessa. Ja? Stel je voor, we zitten in een achtervolging en ik doe dit. Kom terug! Wat is dat? Dat is alien. Yo. Ah ja, trouwens, ook nooit voor de grap, hè? Dennis, want dat ken je pas, hè? Zeg nooit Duitsers, ik schrik. Duitsers. Nee, waar? Oké, snel, we zijn hem kwijt. Zit hij daar verstopt? Ja, dat is geweldig. Oké. Het waren Amerikanen. Het was een grapje, meneer Van Essen. Oh, de Tweede Wereldoorlog. Het waren Amerikanen. We hebben moeten leiden. Oh. Karel, het waren Amerikanen. Oké, jongens, ik heb de porto weer aangezet. Meneer Van Essen, aangezien u toch wel... U bent volgens mij weer aspirant, of niet? Bent u al surveillant? Nee, nu ben ik surveillant. Oké, nou, als jij ons dan eens ready gaat melden, of status 1 gaat melden, dat zou ik hartstikke mooi vinden. Weet je onze roepnummers? Even kijken in het systeem. Ja. Dan gaan wij eens een mooi... Geen HD. De 2635, de 2605 en de 2673 zijn status 1. Ja, kijk, is hartstikke goed. Mooi. En Karel, geen HD spelen. Nee. Ik heb nog wel veel gespeeld thuis, maar goed, ik zal mijn iPad buiten de dienst houden. Ja. Alleen, heel soms Candy Crush mag wel. Yes. Nee, Thierry, echt jammer, jongen. Je had niks. Ik heb alles van je gecheckt, heel snel via mijn telefoon. Je had helemaal niks. En Thierry, jij staat trouwens ook nog steeds bovenaan met je 18 euro donatie. En wil iemand anders nou zijn naam in beeld? Je hoeft niet meteen 18 euro te doneren. Het kan al vanaf 1 euro. Kan je een leuk berichtje achterlaten. Ja, trouwens, zorg dat je 18 jaar oud bent. Vanessa kan er ook niet tegen als je kaart. En dan lees ik het op. Nee, dat klopt. Ik heb dat gesprek met hem gehad. Voor de vrienden, prima. Hè. Soms kunnen we een uitzondering maken. Maar als de jeugd Karel zegt, een klap van zijn kaars die ze gewoon over kan vangen, dan gaan we menens maken. Ja, dat kreeg ik vroeger dus. Ja, nee, dat snap ik. Nee, ik heb heel netjes de hele avond meneer Van Essen gezegd. Mm-hmm. Ja, vroeger viel ik dus onder de jeugd, man. Nou, je hebt verschillende categorieën. Hè. Vroeger, toen ik wat jonger was, hè, toen was ik volwassen, geïntelligeerde jeugd. Dat is optimale jeugd, dat moet je hebben. Dan heb je nog goede jeugd, die hebben hier daar wel iets goed gedaan. Dan heb je ook nog de jeugd, die alles verkeerd doet. De ramp maakt, en dan heb je echt heel veel in Groningen. Ja, klopt. En dan heb je ook nog het uitschot, het schorrimorri, de schobbejakken. Oh, ga weg.
En ik was vroeger de jeugd. De jeugd. Helemaal goed. Nu ben je wel goede jeugd, ja. Ja. Vindt u dat erg, meneer, als ik een beetje wat harder de bocht doorga? Wel oppassen met mijn heup, ja. Ja, ik zag dat... Hij heeft een driedubbele kunst. Oh, want dit is niet helemaal zoals wij auto's parkeren in Groningen. Jezus. Ja, dit is dus de jeugd, of niet? Dat denk dat ik wel. Dat is zeker de jeugd. Kunnen we eens kijken of we die auto weg kunnen halen? Zullen we eens even kijken of dat lukt? Mijn gedacht. 2611. Eentje die weg. Wat gaan we doen met meneer in de cel? Ja, op de lastenligging sowieso artikel 5. Nou, en wat? Ben je een agent of zo? Mag je een badge zien? Hij komt zo bij. Ja, deze is dit ja. Gaat niet goed. De politie. Zo, veiligheid voorop, hè? Noemt. Moeten we nog iets naar achteren duwen? Zou ik dat doen, meneer Van Essen? Wat zei u? Zal ik hem iets naar achteren duwen dan, in het parkeervak ongeveer? Ja, is goed, want we, ja... Hij gaat niet weg, nee. Ja, doe maar weg. Ja, doet je goed. Goed bezig. Ik zie dat jij fitness doet. Jazeker, ik zal zo eens even laten zien hoe sterk ik ben. Let op, hè? Kijk, doen we dit. Zo, hier zet hem even neer. Moet je even kijken hoor, dan ga ik even opwarmen. Ja, wat nou? Oh ja. Oh, jezus. Hoi. Heeft een van jullie nog een repair-kits voor mij? Doe je goed? Worden. Eens even kijken. Niet helemaal, sorry collega. Ja, ik heb er wel. Is wel kwestie van vraag en aanbod. Ik heb iets, jij niet? Ja. Oké, okay, ik help je. Trouwens, collega. Ja. Welke emote is dat? Flex. Emote? Ja, emotie. Is deze kapot? Ja. Bij mij niet hoor. Dat is helemaal heel. Oh, bij mij zit er allemaal deuken in en... Ja, bij mij ook. Als jullie HB binnenlopen via... Zal ik mensen er ook deuken in. Doen? Ja, graag ook het hek boven. Er stond echt net een shitload aan auto's. Mooi, ik heb een betaling van 4000 ontvangen. Ja, top. Bedankt. Zo, mooi. Nog fijn dag. Joe. Goedendag meneer, kunnen we je ergens mee helpen? Nee. Oké. Okay. Oh, dat gaat ook niet helemaal goed, die super... Oh, dat is precies die ene gozer weer van net. Ah. Dood. Sorry? Ligt iemand dood verderop? Ja, okay. We gaan er naartoe. Waar ligt hij? Volg mij. Ja. Ja. Nou, ben benieuwd. Oh, mijn ogen doen er. Ja, oh ja. Oh, jongens. Hey, Karel, dit is jeugd. Dit is precies, ik wou net roepen. Kijk, dit gaat toch niet, jongens? Dit kan toch niet? Ja. Jongens, doe eens even rustig aan hier. Hier ligt hij. Ja. Ik zie niemand. Kunt je hem oppakken? Ik zie hem hier wel liggen, ja. Ik zie niks. Nou, hij ligt hier bij meneer Van Huis. Ja. Hier is zo. Het ja, lijkt een succes. Beetje op, ja. Wacht. Wat is er? Even kijken, even de oorzaak onderzoeken. Nee, de agent, ik ga je vast vertellen, hè. Mijn Sian, die ga je never nooit catchen. Kogelgaten in een lichaam. Ja, de wond lijkt hier te zitten. Ik weet niet, meneer, ja, kunt u mij horen? Heeft u nog een pols? Kunt u pols geven? Ja. Pols 45. Oké, laten we dan even ambulance bellen. Precies. Meneer de politie, ik heb een vraagje. Ogenblik, ik... waren van 20 miljoen. Nou, hij zal weer al een tijdje liggen. Ik wil een auto van die meneer. Channel switched. Wat zegt u? Hier de 635 voor ambulance. Ja, maar het ding is... Kutstap. Hij weet niet wat de sleutel is. Er ligt iemand met pols 45 op het UWV bij de geldautomaat. Ben je beschikbaar? Momenteel heb ik al een collega die en een collega van u die een schot heeft. Het is de grootste fucking bullshit. Ben ik klaar met die meneer, dan kan ik wel komen naar UWV. Ja. Kunt u tijdelijk meneer assisteren op het UWV? Ja, we gaan het proberen. Het is momenteel erg druk.
Begrijp ik, voornamelijk. Hey, Kareltje. Kom zo snel mogelijk. Ja, is goed. Hey, stil eens, Kareltje. Ja. Oké, ik heb even contact gehad met de ambulance. Ze komen eraan, maar ze zijn nog even in een andere melding. Zeg maar een route van 3 ton ook. 3 ton betalen om terug te krijgen. We kunnen wel even een drukverbandje doen. Waar is het nummerplaat van de auto? Hoor dit. Oh, sorry Len. Spijt me, jij en Tim lijken zo erg op elkaar. Nee, maar ik ben goede vriend van Lammert. Oh, is die weg? Lammert ken je wel. Hoi, Roet! Die persoon, oké, nou ja, laat hem maar eens. Dan gaan we ook door. Maar je lijkt erg op Tim. Mijn Netflix werkt wel niet zo lekker mee. Nee, je lacht net iemand, maar ik probeer een drukverband eromheen te doen, maar volgens mij is die gewoon weggegaan. Nou, fijne dag. Yo, dat. Zullen wij onze weg volgen? Oh, verkeerde spier, sorry. Yo. Meneer, kijk wat u. Maar kijk nou eens mijn hele auto stuk. 2634 staat 8. Ik kan er toch niks aan doen. Nou, je slaat mij en vervolgens valt mijn deur eruit. U liep tegen de deur aan, is niet mijn fout. Ja, omdat jij mij slaat. Nee. Meneer Van Essen, wat moeten we hiermee met de jeugd? Nou, Je gaat hier nou een grote mond hebben, meneer. Hé, hey, politie. Stop. Ja. Zo. Deze gast is net gegijzeld. Ja. Okay. Wij zijn toch in gesprek, joh, opflikkeren. Maar, jongelui, we hebben net al een gesprek met deze meneer hier met de helm op. En dan komen jullie er doorheen tetteren. Dus als jullie heel even wachten. Zeg. Jongen, doe eens even rustig. Even rustig. Meneer. Zo, gaat hij die stok in mijn reet stoppen? Nou. Oh, sorry man. Dat was echt gewoon ja, maar ga nou maar even weg. Het gaat nergens over. Alsjeblieft, dankjewel. Hey, meneer agent, hoort u mij? Heel even, ja, we horen je wel, maar heel even aan de kant. We zijn al in gesprek. Dankjewel. Meneer, hoezo zegt u altijd de jeugd, wat gaan we hier doen? Hoezo hebben jullie grote man tegen mij? Ja, nee, als jij... Vind je niet zegt, vriendelijk? Dan categoriseren we je als jeugd. Ja. Ja? Ja. Hou je bek met je kutbril. Nou. Oh, de snuit. Ben jij lelijk? Ik zie dit. Hé, hey bro, ja, dit, what the fuck? Oké, dit is wel raar. Wat doe jij? Ik ben over de he... Ja, ik zag het. Maar de animatie was al ingesteld. Houdoe. We kunnen niet taseren, meneer Van Essen, maar we kunnen wel proberen te pakken. Waar of wil je het laten gaan? Ja, hij kan wel gevangen worden. Ze zet het in de celbalans. Goed, sla maar aan de boeien. Ja, we hebben hem. Helemaal. Hè? Waarom rent hij nou nog? Oké. Okay. Ik heb een beetje moeite om hem mee te nemen, meneer Van Essen. Kunt u hem meenemen? Ja, ik zal wel proberen. En als de rest er een beetje omheen weggaat, dan nemen we ook de goede mee zometeen. Nee, ik kan hem ook niet bakken. Nee, dat is heel apart dit. Ik ga hem even... Weet je dat mensen dat noemen? Combat Lock. Ik heb wel zijn geluksnummer, 390. Ja, dat zie ik inderdaad. Maar hij is niet weg hoor, hij is hier nog. Toch? Dat weet ik niet. Ik ga eens kijken of ik hem opnieuw kan boeien, ontboeien of zo. Nee. Hè? Oh. Ja, dat zou nee, een beetje... Nee, ben diep net triest, kon het uit het ziekenhuis was beschoten. Hij is weg of niet? Ja, hij is de stad uit. Ja, maar waarom staat hij er nog dan? Ja, dadelijk popt hij weg. Kneus. Kan die fiets niet even weg ofzo? Dat is wel een beetje jammer. Oh. Nou, en anders laten we hier maar staan. Nou goed, dan is het wat het is. Ik kon net zo voor een rechter gaan voorlezen. Ja, die popt zo weg. Niks meer aan te vangen. Ik heb wel, we kunnen nog verder eigenlijk niks van hem zien. Hoor. Ik heb hem nog even gefouilleerd. Ja, jij hebt vervoer? Ja, ik ben AB. Oh, vernomen. Even anders een gebedje aanmaken. Ik kom even een auto pakken hoor. Ja, wil je die moeite wel nemen of niet? Vind je dat waard? 13.09. Beetje nou, als hij daar wegpopt, dan pak ik wel die moeite, ja. Ja, oké, okay, laten we dat dan doen. Wachten we heel eventjes, we gaan eventjes inderdaad de god erbij halen. Hoort u mij? Ja, ik hoor jou. Hoor je mij? Er staat aan de overkant daar een god, daar. Even bericht. Nee, ik hoor hem. Waar? Oh, sorry. Ja, hij is ja, weg. Zie hem. Ja, kom mee. Die triest dit.
Oh, sorry agent. Ja, dank je. Wat? Dus ik zei dank je. Goedenavond. User left your channel. Wie is hier de god? Karel. Ja, daar, en die auto, de wachtauto. Ik moet 3 ton betalen omdat Mathieu mijn auto in heeft genomen. Ja, ik heb net al een gebedje aangemaakt voor jou. Wacht, ik ga even kijken. Ja, ik zat er achter volging. Ik toch vandaag niet. En Mathieu mijn auto in heeft genomen. Een beetje knullig allemaal. Voor 3 ton moet ik betalen om nu. Ik vond het ook al onzin hoe ID 390 ging het om. Het is duurder dan wat ik op zak heb. Staat als het goed is ook in mijn bericht. 20,9 voor de 26,35. Ik moet bedragen doen. Maximaal een ton. Ja, geef bericht. Even kijken of de communicatie nog werkt. Weet je, in tech betaal je toch. Ja, we staan heel even op UWV met een probleem. Nee, wat was er nou? Eigenlijk als die auto van hem ook. Kunnen wij misschien ietsje afstand nemen? Want ik hoor echt alle andere stemmen er ook doorheen. Ja, is goed. Is dit Tarek? Ja, Karel. Ja, Tarek. Ja. Ik heb het op bodycam alles, hè? Ja. Wat was de ID nou? 390. Is het Karel? Ja, we zijn heel even bezig. Ik wil graag de RP afmaken, bent u dat? Oh. Dat zijn jullie. Ik had een crash. Oké, dan kunnen we hier de RP afmaken. We hadden hier geboeid in principe. Ja. Ik vind het lullig om daardoor te ontsnappen. Ja, heel mooi. Als ze maar geen zelfstraf krijgt, meneer. G-Wagon. Ja, dat zit er wel in waarschijnlijk nu. Hoezo? Hé, lelijke chick, moet je die lelijke dier... Nou, meneer Van Esso, zullen we hem even naar het bureau brengen dan? Ja, precies. Daar staat B-klasse. Ja. Ik hoor echt niet. Nee, ik heb hem nog niet gedaan hoor. Kan ook op bureau hoor, als je wil. Dan gaan we even uit de regen. Ja, prima. Maar omdat ik mezelf aanmeld, vind ik niet dat ik zelf straf hoef te krijgen. Je meldt jezelf niet aan. Je bent ten eerste ben je weggegaan. Ja, ik had toch gekregen. 26 nog 5 was in de status dat de schoot op UWV. Ik had gewoon een crash, meneer. Ja, het zeggen ze allemaal. Oh, meneer Van Essen, wilt u even uit de auto? Ik kan hem niet in het voertuig plaatsen. Oh. Omdat er iemand in zit. Gast, ik had oprecht een crash. Jongen, wees blij dat ik terugkom. En ja, nou stapt die andere gozer. Iemand heeft mij in. Ja, maar dan komt dat jij erbij gaat staan, vriend. Ja, ik ben even kijken. Twee staan er zo wel in. Er zijn twee voertuigen, een van Ferrari 458, die wegrijden van het lijk. Oké, meneer Van Essen, we hebben wel een deur minder, maar we gaan toch naar HB nu. Mag ik mee, jongen? Voor de film. Nee, sorry, jij bent nog met van die oude VHS-tapes, joh, daar kunnen we niks mee. Ja, zeker wel. Ja, wij niet. Nou, dan gaan we naar AB. We gaan hem te lasten leggen. Ten eerste, probeert hij ons gewoon kapot te slaan. Mishandeling van ambtenarenfunctie. Ja, ik wil hem eigenlijk belediging ook... Belediging van ambtenarenfunctie. Vandalisme wil ik hem eigenlijk ook wel... Kijk, die deur, jongen, hij slaat mij tegen die deur aan. Die deur is kapot, hè? Samen kopé. De administratiekosten niet vergeten. Ja, en de vandalisme vind ik eigenlijk ook wel, maar dat gaat wel weer... inderdaad, maar hij wordt sowieso verdacht voor mishandeling op ambtenarenfunctie. Ja, dat lijkt mij ook. En die vandalisme, daar kunnen we dan nog over discussiëren. Precies. Nou, open dat ding. We gaan eerst even naar binnen. Mag jij zijn rechten voorlezen als je dat leuk vindt? Goed meneer, u wordt aangehouden wegens vandalisme en mishandeling op een ambtenaar en functie. U hebt recht op advocaat. U kunt er een veroorloven via JLS advocatuur. U hebt recht te zwijgen als u zegt tegen gebruikt worden. U hebt recht betogen dat u mentaal niet bemachtigd bent. U hebt recht geweest te zorgen die u dus nodig hebt en daarnaast heeft u recht op de juiste informatie. Is alles eigenlijk begrepen? Ik heb alles begrepen. Oké, neem jij mee meneer Van Essen? Natuurlijk. Yes, helemaal goed. Top, dan ga ik even ondertussen het voertuig laten maken. Zal ik even een nieuwe klaar. Dat komt goed. Joep. Dit kan zo echt niet. Hups. Oh jongens. Oh joh, rustig. Ik krijg hem ook gewoon niet eens weg joh. Dat is jammer. Nou, dan laten we hem hier staan. Ik
Oké, let's go. Gaan we. Bjorn, jij zegt, kan je ook, dat zei je al een tijdje geleden was, kan je ook eens in een AMG doen? Wat bedoel je daar precies mee? Als je er nog bent en je wil het uitleggen. Min 1 gaan we naartoe. Als het goed is, komen we dan in het cellencomplex. Even kijken, dat zou hier moeten zijn. En dan zou hier meneer Van Essen weer moeten staan. Jongens, leuk dat jullie er allemaal nog zijn. Het is 10 over 11 bijna. En we hebben een kijkertje of 8. En dat is hartstikke leuk. De chat is ook redelijk actief nog. En ja, jullie weten het al. De giveaway is weer ontzettend snel gegaan. Het houdt wel in dat er wel weer een nieuwe giveaway gaat komen bij de 200 abonnees. En ik ga ook nog een andere giveaway doen. En daarvoor vraag ik donaties. Je moet zelf maar weten of je dat wil. Kan al vanaf 1 euro. Cherry, die heeft 18 euro gegeven. Echt bizar veel. En met zo'n donatie wil ik eigenlijk iets leuks gaan weggeven. Denk aan een headset. Denk aan een muis, toetsenbord. En die wil ik dan op een of andere manier gaan verloten onder mijn kijkers. Dus als je daaraan bij wil dragen, moet je dat zeker doen. Ja, zeg het eens even. Meneer wil gebruik maken van een advocaat. Ik heb al een advocaat ingelicht. Ik ga heel even naar hier bij de garage om de advocaat te ontvangen. Ja, is goed. Wie wordt het? Weet je dat? Mooi. Wat zeg je? Weet je wie het wordt? Jim Blume is zelf. Ben ik helemaal naar hier moeten lopen? Dat is een hele nare, maar goed, oké. Helemaal naar hier moeten lopen omdat jullie me vergeten waren. Sorry. Oh ja. Ja, heb ik weer de voeten naar hier mogen komen. Ja, hè? Dat klopt. We zijn hier gewoon helemaal vergeten. Sorry. We zijn hier gewoon helemaal vergeten. Ik ben ook nog altijd aan het wachten. Ja, daar had ik door. Ik besef een wachtruimte beheer door deze meneer, dus ja. Jerry, was je serieus tot 6 uur in Groningen zo lang? Holy shit. De boot van daarnet die aan het schieten was op ons. Die met die motor. Ja, kijk, ik had me gebeld voor... Nee, hij was er niet. Je mag je handen omlaag doen, hoor, meneer. Nee, dat wil ik niet. Ik zei ook dat het mag, het hoeft niet. Ik zeg dat wil ik niet. Mag nee, ik ook drinken? Ik heb dorst. Het is hier niet echt een hotel. Ik zou kijken of we een bakje water hebben. Ja, is goed. Eens even kijken. Hebben we hier überhaupt ergens iets te drinken? Goedendag. Wat doet u hier? Oh, wacht. Even mijn video afsluiten, wacht. Dat is random. Opeens kom ik hier in die kamer, zit hier gewoon iemand. Wat, hoe komt u hier? Wat? Hoe kan dat nou? Hoe bent u hier gekomen in deze kamer? Heeft een collega van ons u hier neergezet? Hallo meneer? Hoor je? Oh, je hoort me niet. Oh, wacht. Ja, ik hoor je wel nu. Meneer Jansen heeft me hier neergezet. Meneer Jansen? Ja. Oké. En komt hij zo terug? Weet ik niet. Ik zit letterlijk al in deze. Sorry, je valt weg. Ik zit in heel deze politiezaak al een uurtje. En het is best wel irritant aan het worden. En wie ben jij? Dan ga ik eens even kijken of we mensen kunnen regelen. Wasaki Abdori. Zo, dat is een lastige naam. Wasaki Abdori, zei je dat? Wasaki Abdori. B-A-S-S-A-K-I. Oh, ja, Basaki. En dan Abdori, gewoon hoe je het zegt. Basaki Abdori, oké. Ik ga heel eventjes kijken in Porto. Okay. Sound resumed. Collega's, ik heb hier iemand op het hoofdbureau. Basaki Abdori, die zit in een verhoorkamer en die zit er al een uur. Nee, een uur in de politiezaak. Man met hier. Zo uit. Klopt. Negatief, ja, niet in het moment. Ik zit hier niet een uur, ik zit een uur in de politiezaak. Oké. Ik ben een uur geleden aangehouden. Jullie zijn hem niet vergeten dus? Negatief. Oké, is positief, laat ik hem hier zitten. Mag ik weer zitten? Hij zit er nog niet eens 40 minuten. Nee, hij zei ik zit een uur in de zaak. Maakt niet uit. Excuus.
Nee, nee. Geen probleem. Zo, dat was even willekeurig, meneer Van Essen. Ik ging een bakje water halen en ik kom gewoon met iemand anders in de stand tegen. In de voorkamer. Ik kan menen dat ik u eerder heb vertegenwoordigd. Dat kan. Ja, oké. Bent u inmiddels al op de hoogte? Ik ben op de hoogte gesteld van vandalisme, alleen de strafeis die ontbreekt nog even. 26 maanden, meneer. Ja, en het mishandelen van een ambtenaar. 26 maanden bij elkaar. Ja. Want de mishandeling van ambtenaar, hoe heeft dat plaatsgevonden? Nou, meneer die is dusdanig de weg kwijt dat hij om zich heen begint te slaan. Vervolgens slaat hij mij twee keer. Knal ik tegen. Per ongeluk. Ja, maar dat maakt niet uit dat het per ongeluk gaat. Hij slaat. Oh. Ja, nu mag ik gewoon vrij. Is die weg? Ja. Waarschijnlijk dingen. Laten we. Ja, nu eis ik gewoon dat ik vrij kom. Ja, dat is het. Ja, je mag van alles eisen. Dat betekent niet dat we het gaan doen. Jawel. Nee. Okay. Ja, Damian, wat is er? Of Damian, ik denk dat je Damian heet. Leeg maar een telefoontje. Dat, u een telefoontje? Weet u het zeker, meneer? Dat kan niet. Ja, ik heb ook een telefoontje plegen. Ja. Zeg het eens, Damian, wat wil je kwijt? Ik zal even een geheimje vertellen, wacht even. Dus 30 naar 9 voor de 26.11, kun je weer naar de andere kant van het glas komen? Zo. Ga eens even kijken of die advocaat weer terugkomt. Meneer, u bent uw bril ook gewoon kwijtgeraakt. Ja, weet ik. Mijn bril ben ik verloren op UWV na die slag. Ja. De advocaat heeft even een hersenschudding, is de stad uitgevlogen. Oh ja, want ik vroeg me af waar die was. Ik heb ook een klap gekregen, mijn bril is ook weg. Zeg je? Ja, inderdaad. Maar ja, je hebt geen zienbril, hè, of leesbril. Nee, ik had zo'n hele stoere, hoe noemen ze dat? Pilotenbril was het een beetje. Als ik loop, dan zie ik wat deuren wazigen, dan loop ik eigenlijk tegen een railings aan. Dit zou nooit. Ja, dat moeten we niet hebben. Volgens mij ligt er nog één in het lokketje. Ja, kijk maar even. Auw. Ik ga door de muur. Ja, de Koninklijke Marechaussee van die blauwe hoedjes inderdaad. En die hebben ook net iets andere voertuigen. Maar voor de rest zijn die voertuigen ook wel bijna net zo snel als die van ons. Dus dat is dan op zich wel weer leuk. Maar ja, ze zien er wel iets anders uit. Als je nog even wil en je kijkt het begin van deze stream terug, dan kan je heel goed de Kamar zien. Dan kan je ook zien hoe ze eruit ziet. Nee, ik kan hem niet vinden helaas. Oh, dat is vervelend. Wat je even zou moeten doen, is je moet je eigenlijk even helemaal omkleden. Nee. Weet je, dan doen we de Luxemburgse dans. Ken je die? Nou, laat eens zien. Ah, nee, dat is dezelfde dans als die koffie kreeg, waarschijnlijk. Kijk wel uit voor uw kunstheup, hè? Volgens mij vertelde u. Ho, ho, ik ben Luxemburgs. Ho, ho, omkleden. Ho, ho, daar zijn we dan. Hoppakee, terug naar lang. Huppakee, terug naar dat. Brilletje terug, huppakee. Zo, hé. Nou, ik vind het helemaal geweldig. De Luxemburgse goden helpen me er altijd mee. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond wel 9 wel. Ja, nee, hippie. Ja, nee, zeker, helemaal. Ja, de giveaway is al geweest. Hij was echt weer binnen 3 minuten of zo was hij weg. Het gaat nergens trouwens, over. Hij gaat niemand bellen, daar heb ik al voor gezorgd. Oké, helemaal goed. Ik heb hem zeg maar een beetje bang gemaakt. En volgens mij, het is ook helemaal geen zware jongen, geloof ik. Maar, nee, hij zei zo, ja, ik ga een gang bellen. Ik zei zo, oké, dan bel ik Piki. Ja, en toen was hij stil. Ja. Okay. Maar hij staat er terug. Maar ja, waarom zouden wij ook Piki bellen? Ja, ik. Wat een verhaal ook weer. Ik ken Piki gewoon heel goed. Ja. Hebben jullie me gemist? Ja, een beetje. Ja, een beetje. Ja. Trouwens, de groeten van Zwakke de Wolf. Ik ga ook eventjes mijn bril pakken. Doe dan de Italiaanse dans. De Italiaanse, ik kan die niet zo goed. Oh, ja. Mijn vader heeft me altijd die Luxemburgse aangeleerd, echt. Prachtig. Zal ik eens kijken welke ik kan? Ja, doe maar. Ik kan deze. Is dit een beetje een Italiaanse dans, of niet? Nou ja, dat lijkt er wel op, ja. Ja, gaan we eens even kijken wat we kunnen doen. Kijk, daar gaan we. Hup, hup, hup. Hoppa, hop.
En dan gaan we. En... Hoppa! Dat is mooi, dat is mooi. Maar we vergeten de koffiedansen. Jongen, jongen. Hey, superleuk dat we weer een abonnee erbij hebben. Ik weet niet wie jij bent. Ik wil koffie, komt eraan. Ik wil koffie, zo vol is. Dan pakken we die uit de broek. Huppakee. Ik weet niet koffie. Wie je bent, want ik krijg geen melding van jouw naam. Maar leuk dat je geabonneerd bent. Als je nog een berichtje wil doen, typ hem even in de chat. Lees ik hem voor. Superleuk dat je geabonneerd bent. 162 abonnees al. En bij de 200 abonnees gaan we een soort van scooterrace doen of zo. En ik weet dat Jeroen van Piki, die wil 75.000 euro doneren. Rob Banks van JLS Advocatuur en natuurlijk Boer, die wil ook 50k doneren. Dus we kunnen zeker weer leuke prijzen gaan weggeven. Maar niet voor... Voor mij was hij gewoon open. Ja. Ah, ik zie nu wie de abonnee is. Het is Timo. Leuk dat je erbij bent, jongen. Superleuk. Met beide oogleden en altijd even hanteren dat de deur gewoon dicht hoort te zitten. Maar verder, dat is handelen. Dat heb ik maar even half mee kunnen krijgen. Ja, en ik wou water krijgen, wat ik nog niet heb gehad. Dus ik dacht, ik ga het even halen. Ja. Nee, we hebben geen water meer. We hebben alleen koffie. Die kan ik je wel geven. Ja, maar dat heeft u niet vermeld. En ik heb recht daarop. Heeft dus koffie vind ik een slecht nutritionele waarde? Of is dat meer een token? Zo. Wat een moeilijke vraag om op dit tijdstip. Nou ja, nou, om het, of het even wat makkelijker te zeggen. Als ik de koffie op zou drinken, zou dan het denkbeeldige balkje dat ik in mijn hoofd heb van mijn honger- en dorstgehalte omhoog gaan? Ja, dat zou me zo kunnen. Zou dat zo kunnen of is dat een gegeven? Want, ja, als je de koffie drinkt die mijn collega drinkt, dan gebeurt er niks. En momenteel heb ik geen andere koffie mee. Ja, dan moet ik dus maar op het punt dat dan moet ik dus maar verdrinken. Ik bedoel, nutritionele waardes nodig heeft om niet dood te gaan hier in deze cel. Oké, zal ik dan even wat dus gaan regelen nu? Ik zal een Dr. Pepper aanbieden die ik bij. Oh, dat kijk, kan ook. Dat mag ook. Echt slecht geregeld van jullie. Dat jullie dat dan moet mijn advocaat desnoods mij drinken geven. Ja, maar hoezo ga je schamen? Hoezo ga je volledig onverzorgd op pad? Ja. Omdat, eigenlijk gewoon, ik weet niet of u bent bekend met de piramide van alles wat nodig is in het leven. Dan staat voeding toch wel echt dat die hond die binnen als een van de pilaren. Ja, zonder voeding kan je niet vrienden maken. Nee, dat snap ik. Kan je andere dingen niet doen. dat is toch echt, Nee, maar het gaat een stuk beter nu weer met meneer, of niet? Voor de interruptie. Oké. Okay. Het aantal maanden was bekend of niet, meneer Van Essen? Voor mij niet. Volgens mij had meneer Van Essen gezegd 28 maanden, is dat correct? 28 maanden ben jij gestoord. 26. Het is niet. Je hebt mij hier net ook mishandeld. Kijk, als jij mij één keer slaat, dan is het per ongeluk. Maar je hebt me 3 of 4 keer geslagen. U niet? Plus je hebt. Nee, ook nog mijn andere collega hiernaast. Dat klopt, die heb ik 1 keer per ongeluk geslagen. Ja, dan sla je mij ook nog per ongeluk. En nu heb ik ook 1 keertje per ongeluk geslagen. En dan sla je me zo hard dat ik tegen mijn voertuig aanval dat die hele deur eruit gaat. Nee, kijk, ik was zo aan het rennen, meneer. Toen ging ik per ongeluk slaan. En toen duwde ik u per ongeluk naar achter. Maar dat is wel gek, want als ik ren, dan sla ik per ongeluk helemaal nooit iemand. Nou, ik heb dat wel. Nou, in deze stad komt dat wel redelijk vaak voor. Maar in uw eerste redenatie, die nog net bij mij was binnengekomen voordat de acute hersenschudding insloeg. Kijk, soms wil ik gewoon op de T-spier klikken en dan gaat mijn dikke vinger naar de R-spier en dan ga ik slaan. Ja, dan zou ik die maar beter onder controle houden. Dan zit hier nog heel vaak. Nou, ik hoorde meneer hier dus zeggen dat mijn cliënt in zoverre weg was dat hij begon te slaan. Ik vind dit wel aansluiten bij een medische diagnose. En die zou ik graag gezet willen hebben. Ja, er zijn volgens mij alleen niemand beschikbaar daarvoor. Mijn bril is afgeslagen, dat vertelt ook wel genoeg. U heeft gewoon een bril op hoor, meneer. Ik weet niet waar het toe. Die hebben we net weer teruggehaald. Ja, die hebben we weer teruggehaald. Ja, hij heeft altijd nog een tweede mee uit het kluisje. Die heb hij net gehaald. Uit het stof ook nog eens. Ja. Dat was mijn uniekste bril. 150 euro Gucci ook nog, hè. Nou, meneer, het spijt me dan. Maar dat kunnen we vergoeden. Ja. Ja, dat hoop ik. Oh, hoort u dat, mede-advocaat? We krijgen ook nog geld van hem.
Ik kan in die bril kan ik vergoeden, meneer. Ik krijg nooit geld, maakt u zich geen zorgen. Nee, maar wij krijgen blijkbaar geld. Worden. Ja, ik verdien mijn geld wel met mijn vliegmaatschappij, maar dat doet er niet toe. Het komt er in ieder geval op neer dat, ja, er is natuurlijk geconstateerd dat er vandalisme was. Alleen dan... Hoezo vandalisme? Het ging per ongeluk. Die deur was met één windvlaag er ook achter. Ja, maar dat maakt niet uit. Per ongeluk vandalisme is ook vandalisme natuurlijk. Maar dus, om het in ieder geval erop in te komen, nadat dat heeft plaatsgevonden, wil ik graag horen in hoeverre er deescalerend is gewerkt. Ja, wij hebben vervolgens rent meneer weg voor ons, nadat wij hem willen aanhouden. Dan rennen wij er achteraan om hem vervolgens te pakken. En toen was het zelfs zo ver dat hij even helemaal de stad uit was. Waarna hij gelukkig wel terugkwam en zei van, ja jongens, laten we hier toch maar mee doorgaan. Ja, dat is toch lief van mij. Ik had ook gewoon niet terug kunnen komen. Nou, het is eerder, denk ik, lief van... wat anders op je het te is denk ik eerder lief van ons dat wij nog even gewacht hebben op je. Ja, maar het was oprecht gewoon mijn hele ding liep vast. Ik moest mijn computer opnieuw aandoen. Uw computer? Zegt hij? Dat is apart, want ik heb helemaal geen computer meer. Ik te menen dat u het over een acute hersenschudding had, net zoals ja, ik net. Ja, sorry, dat bedoel precies. Ik. Precies. Dus ja, zodoende willen wij sowieso wel met deze man verder aan de gang, weet je. Want het kost ons enorm veel tijd. 26-25 is dat ze in. Alleen, dus nadat meneer van zijn acute hersenschudding was hersteld, begon hij ineens te slaan? Of? Nee, daarna heeft hij niks meer gedaan, want toen hebben we hem meteen aangehouden. Dus wanneer heeft het mishandelen IJF zich plaatsgevonden? Ja, allemaal voor die hersenschudding. Dus, hoezo mishandelen? Het waren twee per ongeluk stoten. Vandalisme. Ja, wij kwamen op UWV aan in principe voor iemand die daar gewond lag. Ja, dat had ik zelfs nog gemeld. Dat had hij inderdaad gemeld, maar vervolgens denk ik zelfs ook wel dat hij misschien wel met die dood te maken heeft momenteel. Meneer, ja. Gaat u mij nou vals beschuldigen? Dat kunnen wij helemaal niet. Ik adviseer mijn cliënt om deze valse beschuldiging... Meneer, echt? Meneer de cliënt, zodat u deze valse beschuldiging niet een mogelijkheid geeft om een daadwerkelijke beschuldiging te laten vormen, adviseer ik u daar niks over te zeggen. Ik word uit nu. Wij hebben dat niet zwart op wit, maar hij reageert dermate agressief ook naar ons toe dat we wel vermoedens kunnen hebben natuurlijk. Nee, het is niet zo. Anders zou ik mijn masker toch niet afdoen. Maar goed, wat stelt u voor? Want de strafeis was zo'n... Ja, 26 maanden. 26 maanden. 26, bent u wel goed? Ja, meneer... geen 27 en geen 25, 26. Ja. Nee. En wij zijn hartstikke goed, want wij hebben ook nog netjes op u gewacht. Twee keer iemand per ongeluk slaan. En ik duwde omdat ik nog aan het doorlopen was. Perverse manier ging van per ongeluk zijn deur eraf. Kunnen we in ieder geval even weggaan bij deze persoon? Want ik ondervind heel veel hinder in ons gesprek. Het is natuurlijk wel dat ik echt... ik zou meneer de advocaat nooit slaan. Ja, alleen het is natuurlijk wel dat ik probeer tot de schikking te komen. En dat is makkelijker te horen als ik spreek. En die wordt dermate verstoord dat ik er niks van hoor, inderdaad. Ik weet niet of er een perverse manier is om toch nog sympathie te hebben voor deze acute hersenschudding. Respect voor al onze tijden en daar gewoon 15 maanden voor maken. Dan kan meteen meneer met het riool mee. En dan is het gewoon een happy ending voor 15 iedereen. Maanden? Ja, dat lijkt me wel het meest realistische. Want dan hebben we in ieder geval nog de schade van ons voertuig gerechtvaardigd, zeg maar. Meneer Van Essen, kunnen zich daar ook in vinden? Sorry, ik heb het. Meneer Bloemken, is dat ook nog eens uitnomen? Dat kan. Ja. Oké, top. Ja. En wat doet dan gaan we over tot 15 maanden, meneer Van Essen. Dan kunnen we ook een sneltransportje doen. Dat vind ik ook goed, ja. Nee. Kijk, dan kunt u eerder uw maanden uitzitten. Als er 16 maanden lang... dan kon u minimaal rekenen op een transport van 5 minuten. Hé, hey, Huub, je gaat het niet geloven, maar we hebben de Land Cruise. Ik ga hem zo even rijden. Ik zit hier met meneer Van Essen, die ken jij natuurlijk ook wel. We hebben de Land Cruise erin. Ik heb 2 keer per ongeluk iemand geslagen. Het gaat trouwens lekker. Wanneer ben je terug op vakantie? Je hoort helemaal niet wat ik zeg, hè? Ja, kijk, het komt erop neer dat er daadwerkelijke schade is aangericht door u. Die schade kan ik vergoeden, meneer. Ik heb daar geld voor. Die deur kan ik betalen en die bril kan ik betalen.
Ja, alleen dat is geen onderdeel van de modus operandi in deze stad. In deze stad, is dat niet met een geldbedrag op te lossen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hoezo niet? Omdat die mogelijkheid er niet is. Ja, wat is dit dan? Ja, want, dit is welkom in Groningen. De leiding heeft zodoende besloten dat als dat een schikking van een geldbedrag is, dat is gewoon niet de bedoeling. Want hoe incasseert een agent dat? Hoe zorgt hij dat bij de kas komt? Dat is al niet uitgewerkt. Oh, dat is wel apart, Thierry, dat jij in het politiebureau bent. Maar ik vind het nergens op slaan dat ik überhaupt 15 maanden moet zitten. Ja. Het ging toch twee keer per ongeluk, meneer? Ja, je hebt ook een goede advocaat, want we hadden meer, hè? Hij heeft er al 9 maanden, of wat heeft hij er vanaf? 10 maanden? 11 zelfs? Nog, meneer. Allemaal, nee. Ja, dus als jij eventjes tegen de muur wil aanstaan en als je dat niet doet, dan moet ik helaas ook nog een soort van geweld gaan toepassen dat je wel gaat meewerken. Dat zou heel naar zijn. Maar hoezo moet ik tegen de muur aanstaan? Nou, dan kan ik veilig de cel open doen, anders ren je er misschien vandoor. Hoezo moet de cel open? Omdat ik jou, zeg maar kort plat gezegd, even door de wc moet spoelen. Nee, dat gaan we niet doen. Kijk, ik ben het nog niet mee eens, meneer. Als je niet gaat meewerken, dan doe ik het gewoon op de moeilijke manier. Nee, ik zeg dat ik het nog niet mee eens ben. Nee, maar dit is ook niet een gesprek tussen jou en mij, maar het gaat tussen de advocaat en ons. Op de beste manier te behandelen, dat heeft hij gedaan, hij heeft zijn best gedaan. Ja, als je dan nog niet akkoord gaat, ja, dan zijn wij tegen. Zullen jullie een klein beetje afstand nemen, dan hebben we niet de verkeerde zo. Rustig aan, meneer, het hoeft niet hardhandig. Hey, rustig aan. Hey, Michael, die ene jongen nog steeds, die kale. Kom op. Kale, nee, of naast elkaar. Samen naast elkaar. Ja, wie is dit? Ja, Patrick. Oké, dan ga ik door naar de volgende. Ja, dankjewel. Bedankt voor uw professionele aanpak. Juist. Ook natuurlijk collega's van u. Ja, ook bedankt voor uw professionele aanpak. Ga ik even op zoek naar de volgende verdachte. Oké. Meneer Van Essen. Ik stel voor dat wij met de Land Cruiser gaan rijden. Dan kunt u wat hoger instappen. Dat is wat fijner voor uw heup. Ja, dat vind ik fijn. Okay. Ik heb Vanessa geprenkeld. Ja, echt. Er belde me net ook al iemand. Hallo. Dat was een geus. Bel me niet dan. 11. Ja, mij niet bellen. 26:11. Nee. Je moet me niet bellen nu. Op je muil. Oh, oké. Ik ben beschikbaar voor de cliënt. Sta je nog steeds bij Oh, we gaan helemaal de verkeerde kant op eigenlijk, want de Land Cruiser staat boven. Je zegt van je net eentje in de gevangenis. Weet je wat ik ook een lekker bakje vind? De Vito. Jawel, maar ik hoorde dat mensen even de Land Cruiser willen zien, omdat we daar niet veel mee rijden. Ja, ik zit in het tussenstukje. Geweldig ook een ding, dus die gaan we ook pakken. Daar staat er één. Ja. Oh, daar staat er al één. Maar die is kapot, denk ik. Moeten we hem even maken? Werkt nog. Ja, werkt wel, ja. Alleen de achterbumper ziet er niet echt meer zo... Jerry, waar zit jij in het bureau? Zit jij in de stad of niet? Karel prankcallen. Hoezee! Karel. Ja, wie zegt dat? Dat zeg ik. En dat zeg ik niet namens mezelf, maar dat zeg ik namens Huub Smurf. Hij zegt, je krijgt de groeten. Oh, groetjes terug. De groetjes terug, ja. Misschien wel eerst even de auto maken. Ja, laten we het wel even doen, hè. Die hele bumper hangt er helemaal af. Mm-hmm. Ik hoor ook dat er een persoon op het bureau ergens vast zit op een bepaalde plek. Moet even kijken of we die eruit kunnen halen. Het schijnt een Mathieu zit in het bureau. Hoe zijn jullie? Daar gaan we weer. Maar het schijnt een broodje bug te zijn. Okay, Jerry, kan je even zeggen waar je zit dan? Ja, we gaan heel even kijken waar hij dan zit. Ga ik even de auto naar boven rijden. Wie zou ik nu prankcallen? Hij zegt, ik sta op het podium met de vlaggen ernaast. Waar is dat precies? Is dat de eerste verdieping? Ja, bij de onthaal. Oh, dat is hierboven waar je in moet klokken. Yes. Oh, heeft iemand dat op slot gedaan? Dat moet helemaal niet. Dat hoop ik van niet. Oh ja, ik zie het al. Dat is hier toch? Meneer, mijn advocaat is hier, mag ik ook mee? Ja, kom er maar uit, jongen. Yo. Die zet hij vast.
Free. Iemand heeft, willen jullie ook even naar buiten gaan, alsjeblieft? Ja, mijn advocaat is hier. Ik moet bij de balie staan, voor een aangifte. Ja, maar dat is de andere balie, dat is niet deze. Goeiedag, chef. Waar is die? Dat is een deurtje verder. Ik ben pauperboos, dat weet je. Ja. Oh, ja, dat is de volgende. Jongens, jongens, even buiten alles om. Hoe vinden wat is... hebben jullie de nieuwe wapens al gezien? Nee. Hebben jullie de switchblade al gezien? Nee. Kijk. Ga je mij neersteken? Waar kun je dat? Oh, wat? Doe je nou eens? Oh, dat is wel sick. Ja. Sick, hè? Ik heb ook een machine pistol gekocht. Oké. Okay. Een machine maar, pistol. Maar jij was boos. Waarom ben je boos dan? Mijn auto is ingenomen. En ik moet 10% van de nieuwprijs betalen. Mijn auto is 3 miljoen nieuw, dus ik moet 3 ton betalen. Ja, klopt. Dat zijn inderdaad wel nieuwe regels. Daar kunnen wij niet zoveel aan veranderen. Nee, maar het wordt al veranderd nu. Maar eerlijk, Dennis. Sommige mensen hebben niet eens het geld om hem nu terug te kopen. Nee, snap ik. Ik heb dit ook gehoord, hè, net een uur geleden. Ja, nee, maar als jij nu een Koningsberg Jesco koopt, dan moet je 1,2 miljoen betalen om terug te krijgen. Ja, kan niet eigenlijk, hè. Dat is wel een beetje... Ze denken dat ze de economie fixen, maar ze verneuken het gewoon. En ze maken het nu nog moeilijker om een beetje groot te worden en geld te krijgen. Ja. En het is al moeilijk om in deze economie te komen. Ja, ik weet het. Het maximum aantal van bedrag zal nu 150k zijn. Oh, en wat? 150k. Nu gaat het 150k maximum zijn. Waar zie je dat? Ja, wij zien dat. Eerder. Ik ga even wat eten kopen. Oh, heeft Teun dat al gefixt? Ja, Teun heeft het gefixt. Top, om 150 te betalen, want ik was echt mad, jongen, dat wil je niet weten. Nou ja, snap ik. Maar wij hebben daar zeg maar nul inspraak in. Nee, begrijp ik. Maar Joost die zegt tegen mij in de cel, ja, je auto wordt niet in beslag genomen. 5 minuten later zie ik dat die in beslag wordt genomen door Klaas E. Maar ik snap er ook geen shit van die dingen. Ik snap er echt niks wat van. Wat heb je eraan als je mijn auto in beslag neemt? Helemaal aan het huilen zit hij eigenlijk, hè? 3 keer over de kop gevlogen ben met dat ding. Ja, niks. Dan is die toch niks meer waard? Nee, maar ik snap ook het hele systeem niet van in beslag nemen. Ja, ik kan hem nu niet meer uit een garage pakken en ik heb nu een rekening van 3 ton openstaan. Ja, maar even kijken of je dat kunnen... Ik wil dat je die nog steeds gaat moeten betalen. Nee, die wordt veranderd naar 150. Ja, dat zou denk ik mooi zijn. Ik krijg ook nog een AK terug, omdat... Kennen jullie Peter, de DSI? Ja, die heeft mij... ik stond AFK, ik was met de stalzaak bezig. Man, die springt op mijn auto, tackelt mij in de bosjes, boeit mij, zet mij in de auto, brengt mij naar HB. Hij als DSI doet hij dat, puur omdat ik zo'n doekje voor mijn mond had. Ja, gezichtsbedekkende kleding. Ah ja, dat is wel een beetje overdreven inderdaad. Dat is niet eens de taak van DSI. Nee, dat klopt. Maar ja, waarom heb je een paraplu? Omdat het regent. Oh, dat is dan niet bij mij. Het is heel plaatselijk. Het is een bui boven mijn hoofd. Is plaatselijk bij. Het regent echt snoeihard, hoor. Het mesje is echt mooi. Kijk. En dan zo. Maar hoe werkt dat dan? Ja, gewoon tappen. Ja, je pakt gewoon dat mesje. En het is gewoon vlindermes, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, vlindermes. Ja. Maar verder weet ik niets van wapens, hoor. Ja, machinepistool, micro SMG en musket is erin gekomen. Musket wordt sniper voor ons. Ja, je hebt ook een ding, toch? Een nieuwe shotgun of zo. Ja, saw it off. Maar ik heb een double barrel. Dat is alsnog een leuke, want dat schiet 2 keer. Dus oh ja, die heb je inderdaad ook, ja. Waar is die meneer Van S heen gegaan? Naar de Bali. Ik denk naar de Duitsers. Oh dan mag niet zeggen, wordt je helemaal gek. Ja. Ik ken meneer Van S al tering lang. Maar meneer Van S is wel een oude man, hè? Straks zit hij weer, loopt hij weer als een zwerver buiten. Daarom zei ik net al, machinepistool. Machinepistool? Als je het op zijn Duits zegt, dan krijgt hij allemaal flesje. Helemaal gek, ja. Hey, waar is mijn auto heen? Hoezo is die weg? Die staat er nog. Nee, hij staat er nog. Oké, oprecht, hè. Als ik nu zo naar mijn voertuig kijk, lijkt het net of het een Camaro is met blauw. Ja, klopt wel. Welke shaders heb je dan? Ja, ik heb NVI, die... ja. Als ik nu... maar welke van NVI? Hoe bedoel je? Ik heb gewoon alles geïnstalleerd. Ja, je hebt... ik weet niet hoe die... Ik weet niet hoe die... Er zijn 2 NVI's of zo, maar... Ik heb ook een tering mooie. Je ziet bij mij echt die... Ja, hoe zeg je dat? Ik heb die lichten wel en zo, dat ze veel mooier zijn, hoor. Ja, dat heb ik ook zeker. Ja, ik ga Karel halen. Ja, laten we hem even... Waar zit hij dan? Zit hij in de free tent of zo? Wat is hij aan het doen, die vent? Maar speel je nu op je nieuwe PC, of? Ja, die is helemaal klaar, ja. Maar ik heb hem op 60 fps hoor, ook voor de stream en zo. Als je nog een groetje wil doen aan iemand, kan hè? Oh ja, nee, je hoeft niet te kiezen voor mensen hier.
Oh, is bang voor Shine. Ja, klein beetje. Grootste crimineel bijna van Groningen, durft niet eens ooit te zeggen nee, joh, nee, joh, lang niet, lang niet. Nee, nee, nee. Waar is die hij staat nog. Zijn we onderweg naar een grote crimineel, maar ik ben nog geen echt grote crimineel. Nou, nah, komt goed, jongen. Hé, hey, wij gaan er vandoor, hè. Ja, ik hoop echt dat ze het gaan fixen met die auto voor je dan. Ja, kom maar goed. Ik ga eerst even deze motor stelen nu. Nee. Kom hier. Zij waren in de winkel, schat. Gaat het naar meneer Van Zandt? Ja, ze zijn in de winkel, schat. Oh, shit. Daar is die. Pak hem, pak hem. Hij rent weg. Hoezo is die oude man zo snel? Ik weet het niet. Hé, hey, hij kan rennen als een malle. Meneer Van Essen, meneer Van Essen. De oorlog is nabij. Oh. Stop. Meneer Van Essen, hebben ze papieren? Karel, laat eens zien. Karel. Ik heb een machinepistool van de Duitsers gekocht, hè? Nee. Nee, wat spring er dan maar. Spring. Rustig, meneer Van Essen, rustig. Nee, machinepistool van de Duitsers. Duitsers hier, overal. Zo, dan wordt hij wel een beetje weer gekalmeerd. Dus werkt 5 minuten, u kunt zich een beetje duizelig voelen, het is een soort van valium-achtig middeltje. Zolang Vietnam er niks doet, is het ook goed. Klopt. Zullen we weer naar de Landcruiser gaan? Zou ik die hierheen rijden? Want ik denk niet dat u goed kunt lopen. Ja, helemaal. Dat gaat wel. Oh ja, dat gaat, die loopt een beetje high inderdaad. Oké, let's go. We gaan. Duitsers. Nee, Thierry. Ik ben zeker geen corrupte agent. Je kan me niet omkopen met dingen. Instappen. Yep. Gaan we eens even meldingen. Moet ik nou wel vaker tanken met dit ding of niet? Je moet niet tanken eigenlijk. Nee, nooit hè? Nee. Oh, de bumper is weer eens een keer kapot. Hè? Ja, maakt niet uit. Gewoon rijden. Hij is helemaal heel bij mij. Ja. Oké, ik ga eventjes mijn porto weer aanzetten. Joep. Sound resumed. Zijn er nog leuke meldingen waar we heen moeten? Op het moment niet. Het is echt rustig. Ja. Downtown Grun, niks aan de hand. Nope. Eens even kijken. Ook in de... Nee, wat zei je? Ik wou, mooi... Mooi land zeggen. Hey Karel. Karel. Zeg het eens. Und das heis. Nee, ik spring eruit, hè, serieus. Nee, dan kan Karel... mijn heup de pot op. Let ook trouwens op. Hey, is dat niet een Ferrari erachter? Ja, dat zou kunnen, die rode. Ja, een rode Ferrari. Kijk eens het nummerplaat. Ja, ook het grappige is, OOC... OOC ben ik lichtelijk Duits. Oeh, dit is geen Ferrari, dit is een Mustang. Oké. Moeten opletten op een rode Ferrari. Die was gestolen, ik weet het. Ja, klopt. Met nummerplaat geswiped. Juist. Provincie Flevoland, ben ik. Ja, dat is een mooie F40. Almere, mag je ja, nu is die dood. Toch kapot. Wacht. Ik heb een goeie om te doen, Karel, Duitsers! Maar, ja, Duitsers! Nee, Duitsers! Nee, in de auto, in de auto! Nee. Oh mijn god, we moeten eens doen waar iedereen bij staat. Karel, rustig. Hè, waar is die heen? Oh, is het erachter? Ik ga komen. Hij zit erachter. Oké. Kom, wacht, ik heb een goed idee. Oh jee. Nee, iemand had hem geschenkt. Hey, politie, hier is een collega dood. Hey, Luca. Waar ben je? Is dat weer Jan? Ah, kijk, daar heb je ze. Rob Banks ook nog even aanwezig. Wat? Ik ben klaar met politie en de kamer. Ik ben er klaar met. Met advocaat. Ja, jullie gaan vanaf nu mensen de ouders in beslag nemen. Allemaal. Holy fuck, ik krijg meteen oorterror. Voor wie zei dat? Wat doet die? Kutpolitie, kutkema, allemaal rot. Oh, daar. Hey, goedenavond. Ik ben allemaal NSB'tje. Jij zegt het. Ja, ik snap je emotie, Rob. Hey, goedenavond. Met mijn mooie McLaren waar ik heel hard voor gewerkt heb.
Ga ze me in beslag nemen straks. En dan moet ik 3 ton of 1,5 ton betalen om dat ding terug te krijgen. Maar waarom zouden we in beslag nemen, Rob? Waarom zouden we dat doen? Om een keer te harder even een politie met een schot af kan rijden. Je weet niet wat er gebeurt. Neem niet meteen in beslag. Dat gebeurt alleen in hele uitzonderlijke situaties. Oh nee, Rob. Je hebt me van een schot afgereden. Je hebt me als wapen gebruikt. We hebben wel een mooie auto van Jeff staan. Die kan je op zich binnenkort vervuild, denk ik. Maar hebben we wel een auto in beslag genomen? Positief. Jongens, wat is daar meeting bij de grenscontrole elke avond om 8 uur? Ja, die 3 ton betaald. Maar is daar meeting bij de grenscontrole elke dag om 8 uur? Hij staat naast mij. Je kan me vinden, kan niet eens. Lekker voor jou nog. Op boys. In de aanval. Aanval op boys. Is hij helemaal dood? Die meneer is even goed voor jou. Die is dood. Maar je gaat toch door nog. Wat is hier mee geweest? Hallo. Collega, heb je nog pols of niet? Moet iemand bellen? Ik ga voelen, ik ga voelen. Oprecht. Pols 60. Oké. Wat denk je zelf nog? Denk je deze man die heeft nog aanslag nog? Hij is gecheckt nog. Hey, op boys, kom. Pols 60, gaan we even kijken of ambulance is. Je moet echt even roken, zwaar. Even roken, wie die zag. Collega, kan jij vast verband toedienen? Dan ga ik even kijken of de ambulance aanwezig is. Ja. In mijn gang, verlaat mij zomaar. Ik zie niks, wacht. Oké, dan ga ik zo'n channel switch. Hier de 2635 voor de ambulance. Mathilda. We hebben een collega die is mogelijk neergestoken op UWV. Kan iemand hem verzorgen? Oké, neem niks in. We hebben de apps nodig. Er was net ook een politie eenheid die ook hier naartoe kwam voor hetzelfde incident. Oh, oké, sorry, excuus. Maakt niet uit, maar ik zal langs meteen zien. Is goed, dankjewel. Ik ga mijn portefeuille heel even op stil zetten. Channel switch. Hey, wat is er gebeurd? Ik heb oprecht niks gehad. Oké, goed is, de ambulance komt eraan. Hey, G-O, boys zijn hier. Hij is ingediend, trouwens toegediend. Kunnen we hem gaan verzorgen? Nou, dat doe ik ook niet. Ja. Wie is het zelfs? Ik weet even niet wie het is. Dex help. Hij komt mij niet bekend voor, ik zal eens even beter kijken. Is het Jigsaw? Hij heeft kast Jigsaw masker. Pas op, anders gaan de politie op je schieten. Pas op, ze schiet op je meneer, pas op. Ja. Maar ze zijn van ga weg, bam bam bam, begin ze gelijk te schieten. Je weet het, Rob, eerst schieten dan praten. Ja, dat was gisteren wel het geval, ja, dat klopt ja. Ja, dat klopt ja. Ik doe er niks gedaan, niet schieten door mij. Dat heb ik niet gedaan, was die varken daar. Oh, Mathilda, goeiedag hem. Waar is die varken? Ik ga niet meer schieten, ik ben helemaal geen varken. Nee. We doen allemaal agenten namelijk wel allemaal. Daarom hebben we een helmes en vesten. Holy gek, het is echt zo chaos altijd op UV. Hier is er nog zitten slaan, hoor. Ik vind het wel mooi dat we al op de 164 abonnees zitten. Ik ga heel klein beetje weglopen, want het is echt totaal niet te staan. Enorm bedankt allemaal voor het abonneren. Handen, Dennis, handen. Geen noodkruppen. Holy shit. Geen noodkruppen. In die auto, nu. In die Brabus. Oh, die shit. Zet ze in die Brabus. Loop maar in die Brabus. Eno, ik ga me trekken, man. Kom zo, in die wagen. Genakt door een skinhead. Tarik. Tarik. Ik kom mee. Oh, kut. Oké. Okay. Hoerkinderen houden dit. Ja, is gefixt. En nu? Is gefixt, momentje. Dit is... Dennis! Ja. Dennis, Mathilda is dood. Ja, het gaat... Wacht even hoor, wacht. Jongens. Ja, die zal geband zijn, die zal geband. Nu kan ik hem niet omkiepen. Ja, geef me zijn ramp. Zo. Maar ik hoorde dat hij een ander heeft die dat zei. Ik weet niet, waar gaan we heen jongens, want dit gaat niet helemaal lekker hier. Dood. Stijn, zorg dat je skinhead kan doodschieten. Waar gaan we heen? Alsjeblieft. Ja, gewoon blijven staan, het is even die auto's gekiept. Zal ik, mag ik een beetje aan de kant alsjeblieft? Waarom? Nee, je blijft staan waar je wilt. Nee, blijf staan. Stijn, blijf staan. Want je zit je op boy season, maat. Ja, nou ja. Het alternatief is dat we dood worden gereden door een skinhead. Ja, het is dat. Jij ook. Wie ben jij? Ik ben Patrick. Patrick, oké. Nee, dat gaat lekker. Nee, er staat dan weer Patrick. Stella. Waar? Weer al ben ik gekidnapt. Oh, ik ben geband. Oh nee, ik ben niet weer al. Nee, er staan daar aan de andere kant van de muur. Ja, ik heb wapen vast. Niemand anders. Ik fix die andere wout wel met mijn switchblade. Komt goed. Kijk uit hoor. Oh my god. Ja, dankjewel Stijn. Oh. Ja, ik denk ik dat ik bijna dood. Ja. Doe maar. No, thanks, Stijn. Mooi. Holy shit, dit gaat helemaal nergens kan over. Oké, Wouter instappen. Ja, okay. Oh, hij doet het weer. Niet iedereen kan in, iedereen kan in. Kijk uit. Help! Hey, DZ boven, ouwe. Oh, ouwe. Kut, ik sta ervoor. Geef ze niet op. Au, kut, niet doen. Die is helemaal neergeschoten. Lol,
Holy shit, op wie moet ik in godsnaam schieten? Holy shit, dit gaat helemaal nergens over. Ik moet hier echt weg. Of staat er nog politie, vrienden van mij? Wat? Dit was zo random. Moet mee. Kan ik bij je in? Ja, ik snap het niet meer. We moeten hier een soort van weg of zo? Ja, het is heel, heel random dit. Oh, Peter die loopt met een like. Dat zie ik ook elke dag. Ja, dat is degene die ons ontvoerd had. Dit is heel complete chaos. Kut, sorry. Dus ik kan het je wel een broodje OOC een beetje uitleggen wat er gebeurde? Ja, dat kunnen fixen we straks wel. Oké. Okay. Hey, wegwijzen. Ja, oké. Okay. Jongens, wegwijzen. Help! Wat Oh, jongens, even wegwijzen hier, alsjeblieft, kom op. Niet door geslagen. Magies. Help me, help me. Ja, wij staan hier even niet voor niks, omdat er al complete chaos is daar. Kom. Niet mee slaan. No, kom joh, ik kan niet meer lopen. Hé, hey, dat zie ik. Je ligt. Je wilt geen klappen incasseren, Swan. Zo, dit is raar. Ik ben ook gewoon verrast dat ik het overleefd heb. Die stok die kan praten en die zegt goed. Ga weer de pols voelen. Eerkoi, je moet die Brabander daar aan de linkerkant van de straat slaan. Die moet... Ja, dat weten we. Dat hey, meneer, hij wil mij slaan, zie je. Meneer de agent, zie je. Houdoe. Ja, die andere staat hier, zijn ook opeens een Brabus. Ik weet niet wat die aan het doen is. Constateer een hoofdschot. Die zit genomen, ambulance verder laten. Meneer, zou je ook alsjeblieft even door willen rijden? Dus ik ben collega. Oké. Okay. Zijn die flikkers nou weer aan het... Hé, hey, collega. Hij wordt gedroogd. Heb jij nog ruimte vrij of niet? Ja. Kan jij alle wapens die hij bij zich heeft innemen en in de kluis leggen? Oh, ik weet niet of ik zoveel heb, maar ja, ik kan wel even kijken. Nee, no, dat is geen OSW-stellen. Hé, wat doen jullie hier? Wegwezen. Hé, hey, dit is mijn maatje, weg, vriend. Wegwezen. Hey, jij bent een gekke joh, vriend. Wegwezen. Oké, dat is niet handig. Want nu kan ik ook niet de wapens in de kluis leggen. En ik heb wel de wapens gepakt. Vriend. Oké, dit is zo random. Nu ben ik dood, maar hij is wel zijn wapens kwijt. Want die was ik aan het afpakken. Nou jongens, ik denk, je ziet het, mijn hartje is nul. Ik denk dat we even 10 minuten pauze hebben. Ik weet niet wat de situatie was precies. Nee, niet maar... jij broer. Oh, jij bent sowieso dood. Even kijken of ik nogmaals die pols 0 kan spammen. Maar, holy shit, ik had echt... dit was echt oprecht, hè. Ik had zo laat door dat wij een soort van gegijzeld werden. Want er was zoveel chaos daar op het UWV. Echt skinheads, schreeuwende mensen, weet ik wat allemaal. Maar... ja. Ja, nu is hij ook gewoon legit. De agenten 2 zijn dood, man. Ook gewoon zijn wapen kwijt, die had ik net afgepakt. Nou, ik weet niet wat ik heb gezien, ik stond hier vroeger bij een vriend van me en de twee zijn doodgeschoten. Recht door hun hoofd. Oké. Okay. Ja, hebben we even een kleine pauze. Ik weet ook mijn god niet waar ik vandaag geschoten werd trouwens. Ja, Moken, ik weet het. Ik had... Ja, niet gelucht, man. Godverdomme. Maar hoe kan dit dan, hè? Ja, kijk, weet je wat het is? Mijn vriend die ligt hier... ja, je ziet hem. En ik sta hier, ik wil zijn pols even voelen. En opeens waren deze twee naast me recht door hun hoofd geschoten. Sorry. Ja, maar ook, het is een beetje raar, want ik was wapens aan het pakken en ik krijg gewoon een headshot of zo, blijkbaar. Ik weet niet eens van wie of van waar. Dus, ja, dat. Kleine pauze wel. Maar ik denk wel dat hij zijn wapens kwijt is, we kunnen het ook niet meer teruggeven. Ja, ik wist toch al, het is UWV, er kwam een hoop gezeik. Maakt niet uit. Zo,
Deze nog een pols? Nee, allebei niet meer. Allebei pols nul. Maar deze weer niet. Ja, deze heb ik ook geen pols gegeven. Pols 40, deze. Weet je of je in de ambiparty kan gaan? Ik heb wel opgeroepen. We zijn alleen druk. Ik ga wel even kijken wat ik aan medische zorg kan toedienen. Heb ik tijd willen, dan haal ik het ding uit de tas. Ja. Maar dat is ook raar, want mijn collega, die dus hoort praten, die heeft blijkbaar, weet ik veel, geen kogel gehad, maar die liep volgens mij redelijk daarvoor ook. Nou, bijzondere ervaring voor de mensen die nog nooit in Groningen geweest zijn. Vermijd het UWV. Ik wou er eigenlijk ook niet heen. Ik wou eigenlijk even een rondje lopen. En je ziet het, we worden gehosted. Er is een hele shit gaande. En we hebben het helaas niet goed kunnen afmaken, want we werden meteen... Als je even hem kunt controleren, ga ik even overreden door een skinhead of zo. Ja, maar wow. Ik zag er net wel eentje staan. Dat is goed. Joep. Ik ga ondertussen heel eventjes wat meldingen checken, wat er allemaal aan de hand is. Eens even zien. Ik zie dat ik wat berichten binnenkrijg. Even kijken. Nederlands weer. Ben ik weer ergens vermeld? Valt het mee, mededeling. Nee, het valt mee. Ik word niet helemaal kapot gespamd momenteel. Ja. En nu? Het duurt sowieso nog 5 minuten, dus ik zeg als jullie net intunen, het 5 minuten kan ik even niks doen. Haal even wat drinken. En kom zo terug met 5 minuutjes. Die zegt, lees even mijn grote tekst. Maar ik zie niks eigenlijk, Moken. Welke grote tekst? Waar? Ik heb niet meer camerabeeld dan dit, zeg maar. Hey, alles komt goed. Daarmee komt er zo aan. Oké, momenteel zo wonder. Nou, dit godsamme zeg. De band is aangebrand. Aangebrand, jezus, aangebracht. Hey collega, jouw A6 heeft een beetje een sepasme in de kofferbak volgens mij. Ja, dat niet op mijn netvlies, maar... Ik doe niks, hè. Ik zie jou, Moken, ik zie jouw grote tekst niet. Ik weet niet waar je het over hebt, ik kan hem niet vinden. In de chat zie ik hem niet namelijk. Doet u nu weer normaal? Bij mij wel. Ja, bij mij ook. Maar als je wil dat ik teksten voorlees, dan kan je het beste even een 1 euro donatietje gooien. Dan kan je een persoonlijk berichtje typen, ga ik me voorlezen op stream. En dan ben ik een stukje dichter bij het doel. Ik zoek weer 50 euro, dan probeer ik een giveaway te doen van totaal 100 euro. En dan moeten jullie maar even stemmen in een poll wat het dan moet gaan worden. Moet het dan een toetsenbord worden, een muis, een headset of zoiets? Dan zijn we daar ook een stukje dichterbij. Kan ik jullie blij maken, hopelijk. Kan ik wat terug doen voor jullie ook. Ja, Thierry, dit is een beetje random. Dan hadden ze hier gebeurd. Dood op UWV. Stinkende agenten. Oh. Nee, nou, we gaan niet achter mijn auto schuiven. Kijk dan, weer een schotenmelding. Nou, let op hoor. Mijn andere collega zometeen ook dood. Even een keer wordt dan. Nou, noodknop. 100%, die is dood. Hij heeft noodknop ingedrukt en er zit een god boven ons te zweven. Ja. Jullie mogen doorrijden, jongens, voor je eigen veiligheid. Kijk, daar. Ja. Maar hij zit gewoon in de gaten te houden. Ja, Thierry, ik weet ook niet dat innamesysteem van de voertuigen, dat je dan 10% van de nieuwwaarde moet betalen. Dat is best wel lomp, hoor. Maar ik begreep dus dat die 10% niet meer opgaat. Dat wordt verlaagd naar 150.000. Dus dat is waarschijnlijk wat beter. Meneer heeft we hadden net hadden we Jeff daar staan, die was ook al best wel boos. Die vond het ook niet heel chill. Want het schijnen dus wel dingen te zijn... Fucking mogol wat jij bent, oprecht, hè? Echt... Holy fuck. Er wordt echt heel veel geschoten hier. Ja, deze heeft te maken. Vanuit de Q-park boven, of middelste. Boven, oké, persoon is al gevlucht. Aan zijn stem kan ik horen... Ik geef jullie dekking. Aan de stem kan ik horen wie het is, maar... Ze zijn al lang weggereden. Oké.
persoon hier in het wit, die had blijkbaar... Nee, ik zie niks, Mo. Ik weet niet of de andere mensen in de chat een bericht zien van jou, maar ik zie hem niet. Afstand houden, alsjeblieft, collega. Zorg dat de dekking... Ik zie niks op mijn scherm, ook niet in de chat. Hey Karel, leuk dat je er bent. Ja, jongen, ik weet niet wat er gebeurde, maar we zijn allemaal kapot. Waar is de persoon geraakt? Ik ben, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben 34 al. Ik ben redelijk oud. De persoon is in zijn hoofd geschoten. Dan is uitgekozen. Yes. Hij gaat weer nog een pols van 40. De persoon in het wit heeft ik persoonlijk uitgeschakeld door in het hoofd te schieten. Dat is vernomen. Ja, ah, Karel, jij zit wel oprecht, hè? Kijk, ik kan het toen nog wel zeggen. Jij zit oprecht echt wel een leuke roleplay neer met je stem en zo. Mag graag en Huub was er net ook. Die schijnt jou wel te kennen van vroeger. Alleen jij had volgens mij niet helemaal door wie Huub was. Of is. Afstand houden. Afstand houden. Hey, ik hoorde een help. Aan de nestje. Dede, broer, dede. Kaulo karar, jongen. Ja, sowieso dat ik kooi. Nou, nog 1 minuut. En dan, dan mogen we weer, denk ik. Al weet ik niet of ik hier moet blijven liggen misschien, of... Deed jij nou gewoon die goos die er lag? Was hij nou gewoon aan het faken dat hij dood was? Nee, Huub is momenteel op vakantie. Die is niet in-game nog. Ja, nog 20 secondjes, dan pak ik een nieuw live. En ja, god. Dan gaan we maar weer. Ik heb oprecht 2 wapens afgepakt, die zijn ook weg. Ik kan het ook niet meer laten zien. Ik denk niet dat er wat gaat gebeuren hier. Nou, dat is pech. 2000 euro weg. Kijk wat er allemaal weggaat. Switchblade. Oh, ik had dat niet zien. Dat is zo snel. Nou. Sound resumed. De 2635 is status 1 bij het oude ziekenhuis. Kan iemand mij ophalen? Wederom positief. 2639. Hé, hey, meneer Van Essen. Ah, Dennis. Bent u er weer? Ja, zeker. Weer ontwaakt. Hè? De Luxemburgse goden hebben we weer hier in ingevoerd. Ja. Had u ook een kleine verwonding? Ja, jezus, ja. Dat ging me heel even weg. Ja, ze konden mij zelfs bijna niet meer identificeren met dat shotgun schot dat ik op mijn hoofd kreeg. Ja. Maar weet je, altijd als ik bij het ziekenhuis ben en ik leef weer, moet ik altijd mijn gebedje doen, anders word ik niet meer geholpen. Oh, is dat zo? Maar wat heb jij dan voor een gebed aangemaakt? Want Luxemburg! Oh. Luxemburg! Godsamme! Hoppa, tel maar weer! Collega! Ja, wilt u voorin zitten, meneer? Oh ja. Dan ga ik eerst. Of ja, nee, is ook goed. Ja. Dit had ik laatst met Huub ook, dat was zo geniaal. We deden allebei tegelijk, deden we de deur open. Vervolgens stapt Huub in, trek ik hem eruit. Geniaal. Ja, naar HB dan maar. We moeten even weer wat spullen hebben. Ja, inderdaad. Het is oprecht best wel lullig, want ik was die persoon aan het fouilleren en ik had allemaal wapens van hem afgepakt. Dat is nou wel echt weg. Nou, ik was in mijn hoofd bezig. In één keer kijk ik even op mijn netvlies. Huppa, licht staan op de grond. Ik denk, pot, wat is hier gebeurd? Ja, Rick, giveaway is al geweest. Ook weer binnen 5 minuten of zo. Oh, ja, het was... De stad terug en ik heb eventjes 3 uur pauze gehad. Ik kan het je alleen maar even OOC zeggen. We kunnen in game er niks meer mee doen. Maar ik had het heel laat door. Maar we werden blijkbaar een soort van gegijzeld. Alleen, er was zo complete chaos dat de gijzelnemers... werden ook onvergereden door skinhead die vervolgens hun auto gestolen had. Het gebeurde echt allemaal random shit. Dat ik niet eens bezig.
En dankjewel. Bedankt. Nou, is goed. Ik meen het. Ik ga even naar de reportje. Kwajan, waar moet je heen? De brigade. Dit ben je wel even snel. Zo, nou. Ik ga even mijn uitrusting weer halen. Is goed, kom er zo ook aan. Ah, nu zie ik wat. Oké. Ik ga ook even spullen halen. Ja, nu zie ik wat je typt, Mo. Ja, lekker voor hem. Hij ontvoert agenten. Ja, ik was echt oprecht bezig met zijn wapens. En ik pak uiteraard eerst zijn wapens en daarna de kogels. En ja, vervolgens ga ik dood. Kan ik het ook niet in de kluis leggen. Dus kan ik het ook niet aan hem teruggeven. Mocht dat ooit het scenario zijn dat ik het moet teruggeven aan hem. Dus je was een beetje jammer voor hem. Ik weet oprecht eigenlijk even niet eens wie dat was die ons te pakken had. Het leek een beetje op Jeff, maar waarschijnlijk was dat het niet. Nou, ga even wat spullen pakken. 5 repair kitjes mag, verbandje mag, portofoon mag, kleedkamer. En dan doen we nog even een zwaar vest opnieuw aan. Nou, volgens mij zijn wij er dan weer helemaal. Even kijken, waar heb ik niks te veel? Als je Luxemburgs bent. Oh. Ah, ja, gaat het weer, meneer Van Essen? Gaan we nog een rondje doen of niet? Ja, klopt. Ik ga zeker nog een rondje doen. Heel even de uitrusting pakken. Ja, lijkt me prima. Ik wil nog ongeveer maximaal een half uurtje doorgaan, hoor. Komt goed. Hebbes. Ja, top. Kom je er nog eindelijk? 36.09 voor de 26.11. Waar is Patrick? Ja, die ligt vermoedelijk nog plat. Oh nee. Wat gaan we met de bike team? We gaan met de bus. Ah, mooi. Mooi, hè? Bike team. Van die comfortabele stoel. Dat vind ik echt lekker. Ja, dit is fijn, hè? Deze is prima, deze is prima. Mm-hmm. Kan je ook een Brabus geven? Ja, dat is goed, niet, doe maar. Niet non-tuned dan. Hoe bedoel je non-tuned? Dus even kijken. Waar gaan we heen? Hebben we nog een leuke melding? Niet op het oog, niet op het oog. Robin, waar heb je het over? Waarom die mute? Anders heb ik al een idee. Ik mute helemaal niemand. Er wordt niks gemute, geloof ik, hoor. Nou, zeg dus, waar gaan we heen? Eventueel kan ik even mijn bedrijfje opengooien en kunnen jullie een controle voeren, douane. Ja? Dat zou kunnen. Ik ben wel eigenlijk wel nieuwsgierig naar je vliegtuig, maar misschien kunnen we dat beter aan het begin van een avond doen een keer. Ja, dat is ook leuk, ja klopt. Dat lijkt me leuk, we kunnen het wel langer doen allemaal. Hé hey, Jari, ja, leuk precies, dat je erbij bent. Ja precies, dan moet je mijn level te hoog houden via de gemeente. Ja, dat komt goed. Ik speel redelijk actief momenteel, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Helemaal goed. Maar ik ben wel deze week op vakantie, dat zeg ik je ook eerlijk. Oh, waar naartoe? Ja, we gaan naar Texel of all places. Oh, ja. Kijk aan. Ja, hopen dat we een beetje mooi weer hebben. Nou, hoe het er nu naar uitziet, herfstvakantie, jezus. Ja, ik weet het. Echt, ja, jezus. En dan wordt Griet wordt echt chagrijnig van het weer. Ja, ik word er zelf ook niet heel vrolijk van, hoor. Nee. Maar kijk eens even hoeveel collega's er in Porto zitten en hoe weinig er gepraat wordt en hoe weinig er gebeurt in de stad. Zal ik eens even op de telefoon kijken of we een melding hebben? Ja, doe maar. Kan iemand bij ter plekke helpen? Nou, dat is alweer 10 minuten geleden. Ik haal een voertuig. Ik ga even wat oude berichten weggooien. Zo lang geen melding meer gehad. Nee. Ik gooi even wat oude berichten. Oh, zijn alle meldingen nou weg? Nee. Vreemd. Ja. Kijk, ik ben die meldingen van het opschonen, maar...
Vind jij die T6 leuk? Ja, ik vind het leuker wel. Ja, Huub zei van je moet hem eens rijden. Hij rijdt best wel goed. Hij stuurt heel scherp. Mm-hmm. En waar we eigenlijk op hopen, en dat gaat ook volgens mij komen, is dat we de fiets erachteruit kunnen halen. Om het te gaan fietsen. Oh ja, inderdaad, ja. Nou, ik was altijd wel een fan van de Vito en van de B-klasse. Van de Touran moest ik nooit iets hebben. Echt, nee, die is heel brak. Ja, dat vind ik echt een verschrikkelijke wagen als je één keer op dat gas dat eruit duwt, je vliegt. Ik vind de Amarok heel leuk, daar mag je mee offroad. Klopt, nooit echt veel in gereden Amarok, maar... Durf je hier nog in? Want volgens mij is er een godgesprek gaande hier. Oh, ja, doen we. Heel even een klein rondje, even kijken wat er is. Even, hoeveel politie moet hier nog komen? Zullen we eventjes kijken? Tegen Dennis! Tegen Dennis, joh. Handen omhoog, niks aan de hand. Ik doe niks. Tegen Dennis. Hi, thanks, Stijn. Ja, maar ga even echt... wat anders doen met jullie leven. Bijna, ga lekker hey, Stijn, Stijn. Met z'n allen wat anders doen. Nee. Ik ga bit tegen Dennis. Stijn, kom eens. Oh, ja, shit. Bus is dat klaar in die garage. Ja, nee, kom eens mee. Onderweg met gedachten. Ja, zou ik niet doen. Straks krijg je zo'n kogel die ik op heen. Nee. Ja, laten we hier maar weer weggaan. Ik ben net ook al kapot geschoten. Ja, dat weet ik. Oh, lekker bezig, jongen. Oké, we gaan niet weg. Joep. Maar meneer, die bril kan ik er nog een keer afslaan? Nee, dat hoeft niet. We gaan door. Ik zou het niet doen als ik jou was. Ik kan in mijn tijd 4 kunnen komen, alsjeblieft. Oké, we gaan er vandoor. User left your channel. Wil je dan een klein glimpsje van die Airbus? Ja, kan dat? Waar moeten wij? Ja, vliegveld. Gewoon. Groningen Airport Eelde. Ik ben de enige in de stad die dat heeft. Ja? Nou, ja, die Airbus kan niemand anders krijgen. Alleen de vliegmaatschappij, dus ja. Ja, dat is leuk. Ik ben ook de enige vliegmaatschappij uiteraard, dus... Nou, lachen. Laten we even die Airbus checken dan. Ja, mooi. De oude sticker zit er wel nog op, maar de nieuwe sticker is al ontwikkeld. Alleen de Airbus moet nog heel even onderhoud en dan komt de nieuwe sticker erop. Ja, top. Lachen, man. Wat ga je ermee doen? Ga je ook echter reizen mee doen dan? Ja, zeker. Ik transporteer heel veel mensen altijd. Dus dan breng ze naar Curaçao heel vaak. Naar, ja. Oeh, je rijdt nu naar van boven. Dan moeten we eigenlijk van onder is de poort. Oh ja, dat klopt. Maar even een rondje. Wist ik wel. Heeft er nog niet eens een klein stukje vinden? Ja. Wel langs 5007, ja. Positief. Collega's, hebben jullie zo nog assistentie nodig? Ah, ik zou dit graag lopen of dat willen halen. Joep. Maar als je er 2 staat, dus achter. Vanavond. Ik heb in Twitter gezien dat er zeker meneer Boterham naar ACG wilt gaan. Die heeft nog een VTA opstaan vanwege medeplichtigheid aan 2 ontvoeringen van een ambtenarenfunctie. Nou, die wil jij graag even in zijn kraag vatten. Mhm. Die is vernomen. Nou, hier moet je zijn, denk ik, of niet? Nee. Rechtop. Oké, gewoon hier overheen? Nee, links. De weg volgen. De weg volgen. Zie je de weg niet? Oh ja, hier zo. Ja. Nou, bij vliegen, je moet altijd die gele streep volgen. Zie je dat? Dan moet je met de banden perfect overheen. Dat is eigenlijk de route die... Ik zie geen gele streep, maar ik denk dat dat wellicht door een andere mod komt. Die gele streep hier, op de grond. Zie je die? Ik zie hier gele strepen. Maar ja, hier moeten de banden heen. Hier links. Ja. Zet je voertuig maar dicht aan de rand. 1309, ik ben heel even naar Kamar. Positief. Oké, ik ben benieuwd. We gaan een... Nou, aanschouw mijn pareltje Liesbeth. We gaan een Liesbeth zien. Oké, let op. Er komt hier nog een vliegtuig zo meteen. Daar word je bang van, denk ik. Holy shit. Nou, laat maar zien. Oei, wat een ding. Hier, kijk dan. Grun Airlines. Zou ik daar in kunnen, of zo? Holy fuck. Hij zit er gewoon in ook. Zo, de knijt, te gek. Wat een ding. Dit is wel gaaf hoor, als je daar wat mee kan.
Dat ziet er wel mooi uit, zeg. Ja, dan zie je wel de oude sticker, hè. Grun Airlines, dat moet ja, ik zie het wel. Maar wat een ding, joh. Ja, dit is... Ik ben er heel trots op, Liesbeth. Ja. Hoe kan je erin dan? Ja, gewoon zoals normaal, hè. Maar dat kan ik niet. Hé? Hey? Nee, ik kan hier niet in. User joined your channel. Nee, dat is jammer. Ik kom er niet in. Ik zie jou er wel echt uitklimmen, maar ik kan er zelf niks mee. De neus. Hé, wat vreemd. Oh ja, nu wil iets. Ja, daar gaat hij al. Holy shit. Voor de rest, als je kunt de kok nergens aankomen. Nu 2625 voor de 2611. Ik hoor je bijna niet. Was er nog assistentie nodig bij ACG? Wat een ding, zeg. Zover ik weet. Echt super vet. Ik heb niet geraakt, maar wil je een rondje vliegen? Ja, oké. Als het mag tijdens diensttijd. Als we heel even uit dienst gaan. Ja, maar dan moeten we eerst naar HB, hè? Ja, prima. Ja. Oké, jongens, we gaan een heel klein stukje vliegen. En ik denk dat we daar dan ook mee de stream gaan afsluiten. Dus dan gaan we nog even naar HB. Gaan we uit dienst. Gaan we hier weer heen. Gaan we een stuk vliegen. En dan kappen we ermee voor vandaag. Dan is het ook al ruim over 12. En dan denk ik dat ik woensdag weer een nieuwe stream ga doen. En dat zal vermoedelijk dan ook de laatste stream zijn, want ik ga vrijdag op vakantie. Dus dan hebben jullie even een weekje rust, kunnen jullie even bijkomen. Van al dat getetter en geouwehoe van mij. Ja, laten we eventjes uit dienst gaan dan, ja? Inderdaad, volle gas! Zullen we even langs UWV, want dan pak ik vast een auto voor mij. Dan scheelt dan iets in tijd. Jazeker. Ja, ik moet eigenlijk wel netjes de weg terugvolgen. Of als je wil, kunnen we het ook een andere keer doen. Maar wanneer jij wil. Nee, we kunnen hem nu wel even doen. Ik heb net gezegd dat dit het laatste is dat we gaan doen. Daarna stop ik ermee, dus gaan we nog even een stukje vliegen. Mm-hmm. En dan vind ik het mooi om ermee te stoppen. Ja, dat is mooi. Ja, dan ga ik even langs UWV, want dan neem ik vast mijn eigen auto mee. En dan kunnen we daarna meteen door vanaf de basis. Ja, precies. Of je moet maar beter naar hier naartoe gaan. Moltimer. Ja, mag ook. Maakt mij niet uit. Moet jij je auto maar nemen? Laat die poort maar open, want anders... ik heb er altijd gekloopt mee dat die toe is. Uit dienst. Oh, zo. Ja, dan kunnen we niet meer in. Ja. Ja, dank jullie wel, jongens. Oh. Jullie zijn er ook in zulke grote getalen altijd bij. 164 abonnees al. Ja, we klimmen langzaamaan door naar de... 200, en bij de 200 ga ik weer een leuke giveaway doen. Dus dat, het gaat allemaal hartstikke goed. Ik krijg heel veel positieve energie van jullie. Ik vind het super leuk om te doen. Jullie steunen ook met donaties. En je begrijpt wel dat ik dat geld niet zelf hou. Ik wil daar eigenlijk iets leuks voor kopen. En dan denk dan bijvoorbeeld aan... headset of dat soort dingen. Ik ga even een shortcut nemen. Oh, de heup! Ja, ik ga even een shortcut nemen, sorry. Oh. Oh! Gaat het? Oh. Ja, op het nippertje. Oh, ik voel hem al kraken. Nee, ja, oh. zo kunnen we wel... Moeten we boven langs of onder? Boven, hè? Kan wel. Ja, boven is ook goed, ja. Ja. Ja, ik wil even een shortcut nemen. Vol rust en de lucht, je kunt je nergens aan stoten. Nee, dat is waar, ja. Dat is allemaal iets minder. Ja, je kan turbulentie hebben. Ja, weet ik. Alleen, ik krijg niet heel vaak turbulentie, hoor. Dat valt wel mee. Ik ben heel slecht in navigeren hoor, dus ik scheur een snoeihard. Oh, we gaan nou langs het UWV op die snelweg. Ja, ja. Dan gaan we er helemaal boven langs nu. Moet je hier rechts? Ja, ik wil zeggen, anders gaan we helemaal verkeerd. Dan moeten we hier draaien zo. Zo. Niks aan de hand. Dat ging goed. Oh, dan zijn we nog niet langs UWV geweest. Nee. Dat moeten we eigenlijk ook wel even doen. Nou, kom goed. Het beste is...
Hier naar boven. Denk ja, we moeten draaien bedoel je dan? Ja. Ja, maar hier kunnen we niet langs. We kunnen wel ja, zo. Dan hier kun je ook, ja. Ah, ja, dan links en dan ja. Ja, kom goed. Ja, anders moeten we op zo'n krakkemikkig fietsje. Dat wordt niet wat op die leeftijd, denk ik. Nee. Dat gaat hem niet meer worden. Ik wil af en toe dat ik rondrijd dat ik dan lantaarnpalen zie omvallen. Dat is wel jammer. Ja, ik weet niet wat de constructie hier is. Snap ik? Nee. De gemeente die... Ja, loopt een beetje achter allemaal. Inderdaad. Oké, let's go. We pakken hier... pak jij je oldtimer? Jazeker. We moeten wel heel snel weg, want anders zijn we dood. Dat is een beetje de ervaring op UWV momenteel. Oké, go, 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 go. Bovendikkie, die gordel. Die gordel zit vast. Hallo. Goedendag. Mijn collega is neer. Ja, we waren er al bang voor hier op UWV. Oei. De ambu komt niet. Ja, maar wij kunnen ook geen AED of zo toepassen. Oh, oké. Sorry. Oké, weg, 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 weg. Hij komt met zijn oldtimer. Daar heb je hem hoor. Gast erop. Moeten we knalen nog? Oh shit nog! Wat een mooie bak is dit ook. Nou, daar gaan we. Ina. Ja, jij bent politie nog. Hier komen. What the fuck, waarom staat hier nou weer een... Gaat u maar. Hey, ga net langs, G. Oh! Sorry. Heel jammer dit. Ja? Heel jammer. Jij pakt hem net terwijl ik hem wil wegzetten, sorry. Oh, 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 oh. Wat is dat dan weer voor mobiel? Ja, die is van meneer Van Essen. We gaan zo meteen even op tour. Mooi man. Ze zijn hier, we gaan heel even uit dienst. We denken we halen even netjes een voertuig op. Kunnen we hier wel weg zo. Is dit Jan? Deze meneer Van Essen? Heeft hij een naam ook? Ja, ja, ja. Maar die, ja. De oude heette Betsy of zo? Zoiets? Betsy, Beta. Ja. En deze heet? Deze oldtimer. Ja? Hoe heet hij als ik vraag mag? Ja, dat is Beta. Oh, dit is Beta. Ja, ja, ja. Maar we gaan nu naar Liesbeth. Terug, joh. Hé, maar meneer Van Essen, u moet hem even buiten de poort zetten, want anders kunnen we hier straks niet meer door. We hebben geen toegang meer. Oh, klopt. Ik doe wel lopen voor jullie hoor. Ik kom maar. Dat is goed. Dan komen we zo terug hier. Oh Jan, geef me een knuffel. Jij bent, nee, zo... Ik ga hem niet doen. Je bent zo'n goede jeugd. Jeugd? Wat zeg je me nou? Meneer Van Essen, kom mee, anders komen we nooit bij het vliegtuig van Jan. Oké, bedankt Jan. Ja, alsjeblieft. God, oh god. Jij moet even onze wapens wegbrengen, dan even naar de eerste uitklokken en dan kunnen we hier weer langs. Oh, breng je die altijd weg? Ja, officieel moet het wel, ja. Ik stap ze altijd in het lokketje. Ja, ik doe ze altijd netjes weg. Welke rang was jij ook alweer? Ik ben agent momenteel. Oké. Zo, hey, goeiedag. Even kijken, volgens mij heb ik alles. Yes. Ja, op naar de eerste. Ja. Yeah. Hey, Beta staat hier, hè? De poort ging open. Ja, maar we zijn nog in dienst. Klopt.
Karel, ik ben, je bent het af. Zo, gaan we uit dienst. En de kleding? Ja, die kan je gewoon... Luxemburgse dans. Ja, precies. Zo. Ups. En als het goed is, kunnen we dan hier via de hoofdingang eruit, als die niet dicht zit. Wat krijgen we nou? Wat is er? Hij registreert dit als mijn burger outfit. Oh, dat is niet helemaal goed, of wel? Nee. Hm. Dan moet ik dat heel even... Oh, nee ja. Want wat is dit voor outfit dan? Ja, dit is mijn gewone outfit, of mijn ja. Dienstoutfit. Nee, heb je gewoon een hoedje op hoor, en schoenen. Oh echt? Een jasje, ja. Heb ik een zwarte jas. Ja, grijze hoed of zo. Ja, op mijn perspectief ziet het er anders uit. Nee, dat klopt, je ziet er goed uit zo. Huppa! We kunnen ook meteen die Lambo stelen. Als dat mogelijk was. Zullen we kijken? Oh ja, bij mij laat het niet ook in. Ah, jammer. En die andere dan? Deze RSS. Nee. Ah, shit. Oké, nou, dan gaan we met de oldtimer ook goed. Ja, kijk ons als uitdienstpolitie heel even kijken als alle dingen op slot zijn. Ja, dat is heel belangrijk. Ah, mooi. We kunnen hier nog in. Nou, dan gaan we met de oldtimer. Oh, Bertha. Meisje. Hoe is ie? Dan hoop ik wel dat hij de deur open houdt. Dus nope. Kunnen we er niet uit zo. Ja. En Bertha, hoe was je dag? Nou, gas. Mooi. Yes. Wat is dat voor mijn BMW? Nou, kijk jij even uit van onze oldtimer. Nou, dat is geen geld waard hoor. Ja, ja. Nee. Nou, wilt u misschien meedoen met onze drillclip? Nee. Nee, dankjewel. We zijn drillrappers. En wat zeggen we dan, Bertha? Jeugd, inderdaad. Oh, die doet er ook. Ja. Je denkt, hè? Ik denk wel dat we een probleem gaan hebben. Dat we misschien... Onze drillvideoclip. Flipper door. Nee, dank je. Meneer. Nee, bedankt. Geen interesse. Jammer zeg. Ah, oké. Okay, jammer. Geen interesse. Hey. Hé. Hallo? Kijk maar uit, laat. Kijk. Oh. Ja, ja. Kijk je nou maar uit. Knaal niet door het paaltje. Wat? Ik zeg, kijk maar uit. Zo snel je tegen dat paaltje. Oh, oké. Dat gaat helemaal... Meneer, ik heb een V8 in mijn auto. Wat vind je? Heb je daar geen vertrouwen in? Nou, ik weet niet. Ik denk dat er zo snoer uitgepit worden. Ah! Kijk, ze gaan zo. Oh jezus, ja kijk, dat is een gelukkig actie. Mooi, dit is ideaal. Laat ze maar doorrijden. Volgens mij was dat toevallig die unmarked Passat of zo die daar reed. Ah, ik weet je. Ja, maakt niet uit. We zijn er vanaf. Ik zie ze niet achter ons. Zo, die heeft wel aardige vering, man, die oldtimer. Ja, zeker. Dat gaat lekker. Die doet er ook. Ja, dat is mijn Bertha. Mijn meisje. Ja, hij rijdt goed. Of zij rijdt eigenlijk goed, hè? Waar wil je dan toe rijden? Of vliegen? Sorry. Ja, nou, ja, laat maar eens gewoon zien. Ik heb überhaupt nog nooit gevlogen. Een rondje? Gewoon. Ja, goed. Doe maar. Doe maar een rondje. Gaan we kijken. Mooi. Ja, toch? Ja, Robin, dankjewel. Ik vind het ook ontzettend leuk om dit te doen. Ik vind het ook leuk dat jullie erbij zijn. En ik het is ben niet nou... de snelste wagen, maar ik zeg altijd, schoonheid, daar draait het om. Ja, nou, dit is zeker een prachtige auto. Pareltje, ho, ho. Ik vind het gewoon super leuk om dit te doen en ik ben nu echt heel erg nieuwsgierig naar dat hele vliegen. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Oh, wat de dag toen ik Rita gedaan. Verkocht. Oh, dat was ook niks. Nee, wat was de auto hiervoor dan? Rita was mijn Cadillac, mijn allereerste wagen in Groningen, oh. Ah, en die heb je was ook verkocht voor deze. Ja, klopt. Ja, ik heb Bertha gekocht. Ja, ja. Dat is wel een mooie hoor. Toen Monique. Monique heb ik doorverkocht en toen heb ik Truus gekregen. En Lisbeth heb ik ontvangen van Gode. Oh, dat is aardig. Jazeker. Allemaal meisjes.
Zo, nou ja, de gordel bleef wel even hangen, maar het komt helemaal goed. Nou, laat maar zien. Holy shit, wat een ding. Ik ga ervan uit dat u wel een vliegbrevet heeft, toch? Uiteraard. Ja, want die heb ik zeg maar niet. Jammer dat je niet vanuit de cockpit zelf kan kijken. Wat zei je? Dat je vanuit de cockpit zelf kan kijken. Klopt. Je zit op de neus. Ik heb geen parachute of zo, hè? Dus Nee, dat komt allemaal goed. Oké. Je bent de beste piloot van Groningen. Ik ben wel een beetje bang, dit is namelijk de eerste keer. Komt goed. En nu gaan we taxiën, of niet? Wat zei je? Nu zijn we aan een taxi, of niet? Zo heet dat toch? Bij de taxi? Nee, dat heet toch zo met de vliegtuig dat je naar de baan gaat, ben je toch aan een taxi, hè? Zo noemen ze dat toch? Mm-hmm. Dit is wel echt een prachtig ding, joh. Ik vind het ook mooi om even boven Groningen te vliegen en dan straks even al die lichtjes te zien, jongen. Ja, klopt. Dat is echt... Zo, de knijter. Kijken of we een beetje laag kunnen overvliegen over het UWV. Zo lachen zij. Dit is wel het irritante. Ik moet naar de andere baan. Oh, kunnen we hier niet? Nee, ja, dit is de landingsbaan. Oh, ja. Dus dan doen we dat zo. De lijnen volgen. Komt goed. Ja, ik zie het. Allemaal mooie verlichting op de grond ook. En dan hopen dat ik er niet uit lazer. Moet ik gordel om? Komt goed. Ik heb helemaal geen gordel. Nee, die heb je niet. Nee, oké. Okay. Nee, prima. Dan moet nog in de onderhoud. Komt goed. Dat komt nog wel, ja. We hebben ook genoeg kerosine erin, zie ik. Dat is ook bijna vol. Geen schrik om neer te storten. Nee, liever niet. Komt hartstikke. Oké. Okay. Sound muted. Nou, daar gaan we. Turbo aan. Ready? Zeker. Ready for take-off. Komt-ie. Zo. Nou, daar gaan we, jongens. Hé, hey, leuk Johan dat je ook bij de politie komt. Zo, dit is wel vet hoor. Kijk dan ook, die stad met al die lichtjes. Zo, is mooi hoor dit. Hier, we komen nog een ander vliegtuig tegen. Klopt, normaal betaal je hier 8k voor trouwens. Ja, voor zo'n vluchtje? Normaal wel. Zo, we zijn al aardig hoog. Via de R en de S-spier krijg je een beter beeld op de vlucht. R en de S, zei u? Correct. Ja, dat ziet er wel gaaf uit hoor. Mooi hè? Ja, man. Ja, echt... Thanks voor iedereen die nu kijkt. Dat is een mooie kennismaking. Ja, prachtig. Mensen die nu nog kijken, echt trouwe fans. 1:30 gewoon. Er zitten nog 12 man te kijken. En oprecht, dit is wel super gaaf hoor. Zo uit het vliegtuig. Kijken of een mooie... Doe ik niks? Kijk wat hij dan doet. En dan hier links de letter... het woord Groningen hier hè, op de berg. Ja, ik zie het. Ik zie het. Als u nu rechts kijkt, dan ziet u echt de gebouwen heel goed. Ja, ik zie het. Het ziet er mooi uit, hoor. Klopt. Ja, jongens, we gaan zo een stukje verder.
De F-spier doet niks bij mij. Ik druk daar wel op, maar er gebeurt niks. Alleen de R doet wat. Dan krijg ik dit. En dit. En dit. Ja, dit is wel heel gaaf hoor. Ziet u dat links, die wat donkere schaduw? Ja. Dat is Curaçao. Oh, dat is Curaçao, dat eiland daar, ja. Yes. Zo, dit is wel mooi. En dan gaat u daar zo meteen weer landen. Positief. Ja, thanks. Dit is de NVE. Natural Vision Evolve heet het, geloof ik. Nee, F doet niks bij mij. Als ik nu per ongeluk uitstap, kan dat of niet? Dat kan. Dan val ik in het water, dat moeten we niet hebben. Ja, doe maar niet. Maar de F-spier doet niks bij mij, alleen de R doet wat. Nou, daar gaan we landen. Nee, E werkt ook niet. Heb ik ook geprobeerd. Ja, E doet het ook niet. Ik heb alleen R. Kijk eens aan. Ja, netjes geland. Hartstikke goed, man. Dat kan je echt goed. Klopt, oud vliegersacteur, hè? Ja. De woorden maken het maar. Ik denk dat dit wel de nieuwste versie is. Deze is van 31 juli of 2 augustus of zo. Volgens mij is dat momenteel de meest recente. Ik heb niet dat hele abonnement dat ik elke maand ga bijwerken. Ja, dit was... Dit heeft mijn avond toch wel weer helemaal goed gemaakt. Schitterend, ben blij. Ook al zijn we net toch nog wel overhoop geschoten. Zo'n vliegtuig, ja, tof, is toch wel heel gaaf. Gelukkig hebben we de Luxemburgse goden die me altijd helpen. Oh, ik weet, ze lopen mij... ja, ik weet het al. Ik zit eventjes die live chat te checken. Dat zeg ik even OOC. En zij zeggen van ja, als je op die andere spier doet, dan... ze willen telkens dat ik uitstap, zeg maar. Maar ik heb die uitstapknop heb ik op een andere knop gebind. Dus ik druk... Klopt. Ja, dat zou echt verschrikkelijk zijn. Ja, dat wilden ze graag. Dus ze wilden dat ik eruit lazen. Alleen... En dan de speciale boot. Wat noemen we dat? Geen idee. Jeugd. Oh, jeugd. Nee, ze wilden graag dat ik uitstap. Maar ik ben zo traag van begrip dat ik nu pas door heb dat ze dat wilden dat ik dat ging doen. Jezus, nee. Echt... Ja, het is drama, maar ik heb die knoppen heb ik op een muis gebind. Ja, klopt, maar ik kon je niet gaan halen in het water, hè? Nee, dan werd zwemmen dan, dat zou echt tragisch zijn. Ik ben blij dat het niet gebeurd is. Ik kan niet met mijn Airbus het water in duiken om jou op te scheppen. Nee, dat snap ik. Oh, ik beuk je raam in, toch niet? Kom op, ja, jongens, jullie liepen mij gewoon een soort van te trollen, ik had het helemaal niet door. Ik kom er niet in. Oh sorry, nee. Sorry. Oh, Beta, je arm uit de kompot, Nicky. En nu kom ik er nog steeds niet in. Nu? Ja. Hey. Ja, jongens, ik heb het door. Jullie zaten mijn snoeien te trollen. En ik begreep het ook gewoon niet eens. Manicure nemen. Ik begreep hem gewoon niet. Nou, sorry van je ramen ook. Nee, geen probleem, geen probleem. Wat make-up erop en dat is klaar. Ja, zo'n oldtimer die kan je altijd nog wel goed restaureren. Ja. Die nieuwe auto's tegenwoordig is alleen maar techniek. Klopt, klopt. Maar dat is echt wel mooi om te zien als ik Beta uit de garage haal. Nee, daar heb ik al heel vaak meegemaakt. UWV. Oh, Beta. En dan denk ik, oh ja, dat is mooi om te zien. Ze kennen hem allemaal, hè? Ja, ja ze mooi. Kennen hem. Nou, dan heb je ooit eens zo'n jeugd gehad. Je hebt Beta in de fik geschoken. Mijn nachtmerrie. Dat moet niet. Ja, ze gingen natuurlijk stuk. En dan ja, die Duitsers daar. Nee, ik wil het woord geen eens uitspreken. Getverdamme. Ja, nee, dan moeten we niet hebben. Ik ga het niet racistisch bedoeld, maar de ervaringen.
Nee, ik ga het ook niet roepen, want dan raken we straks van de weg af. Dat moet niet. Nee. Als ik aan de... Ja. We gaan heen, even naar de HB of zo. Dan gaan we... Ik neem aan HB, ja. Ja, en dan stoppen we ermee. Ja, prima. Er was dit toch wel een mooi avondje met meneer Van Essa. Ik had het niet verwacht. Nee, had je niet verwacht dat ik zo in elkaar stak? Nou ja, ik ken jou oprecht helemaal niet. En dat ligt heel erg aan mij, want ik ben niet zo lang in deze stad nog. Maar ik hoorde wel allemaal verhalen. Ik denk, ja, nou, laten we ons... Nou, ik ben er al bijna een jaar, hè. Ja, nou ja, kan je nagaan. Ik heb 2 maanden of zo. Ik 2 of 3 maanden. Daarom november, daar ben ik 1 jaar. Zo, ja, dat gaat hard. Ja, ik nog niet zo lang. En ja, je bent toch wel bekend binnen het korps, hoor. Klopt, klopt. Ook algemeen. Daar ben ik wel heel blij mee voor de rest. Dus. En ik ben nou eigenlijk alleen maar bekend vanwege dat ik GoPro-beelden schiet. Met die GoPro mee, ja, ja, precies. Ja. Ja, en wat mensen hebben mij ook gevraagd. Pak die GoPro ook mee, Karel. Dat vind jij ook. Dat zou jou ook iets zijn. Nee, snap je? Zou dat mee liggen? Hè? Ja, ik denk het wel. Ligt eraan of je dat wil met een. Ook echt met gezicht erbij of dat je alleen de beelden wil. Sommige mensen hebben. Nou, je zou niet zeggen, maar ik ben 15, hè, OOC. Ja, ik weet dat soort dingen inderdaad wel. Dat weet ik wel. Nee, maar daarom. Ik heb mijn gezicht wel vaker op social media gezet. Dus dat is niet het probleem. Maar wat heb jij dan? Heb jij, mag ik dat OOC vragen? Heb je voice changer of zo dan? Nee, dat is mijn pure stem. Jij praat ook niet een beetje met een verheffende stem of zo? Verheffen wel, snap je? Dat is niet mijn normale stem, hè? Nee, precies. Maar verder is niet normaal. Ik zeg maar zo, ik haal een ruis erdoor. Ja, is meer een ruis. Oh ja, ik moest op HB zijn, sorry. Ja, dat is een Nee, ja, in mijn normale stem heb ik Koen, al... Koen, bedelen, daar staat even horen, kijken. Hè? Ook een aantal maanden maar op. Dit is wel geintje. Echt, ja, hoe ik bekend sta. Deze stem, mijn karakter, ja. Ja, het is wel typerend. Deze stem ga je niet snel vergeten. Dat nee, precies. Ik heb ook eerst in een andere stad gezeten. En ik heb al eens een keer meegemaakt dat de mensen uit jouw stad naar hier kwamen om mij op te zoeken. Om te zeggen, hey, ik heb je gemist. En dat doet mij echt... Ah, dat is wel leuk. Dat is leuk. Ja, daar ben ik echt blij. Dan heb ik zoiets van, ik doe mensen echt plezier. Snap je? Ja, dat is ook mijn bedoeling, hoor. Ja, ik hoop dat je tenminste wel plezier hebt uit mijn Karel zijnde. Ja, kijk, ik vind dit soort dingen veel leuker dan dat wij... Oh ja, we kunnen hier niet in. Natuurlijk, we moeten eerst in dienst. Ja, klopt. Ik zal Bertha maar hier neerzetten. Bertha, slaap lekker, zou ik zeggen. Ja. Karel gaat ook de stad uit. Ja, ik ook. Ik ga eventjes in dienst en dan stoppen we ermee. Ja, mooi. Dennis, bedankt. Ja. Het was een fijne avond en ik schud je de hand hier. En ik denk, we zien ons nog wel, hè? Ja, zeker. Heel waarschijnlijk woensdag al. Dan ga ik wel weer in de stad. Ja. En daarna ben ik dan een weekje even absent, maar dan komen we zeker weer terug. Ah, mooi. Dan zien we ons dan. Yes, hey, fijne avond. Fijne avond, Dennis. Joejoe. Oh, we lopen dezelfde kant uit, hoor. Ja. Nou jongens, dit was het dan. Een avondje met meneer Van Essen. We hebben zelfs nog even in zijn Airbus gevlogen. Super nice. Aardige gozer ook. OOC is hij natuurlijk 15 jaar. Geen stemvervormer, maar wel een beetje... Ruis erover, zei hij. Wel lachen. Ik vond het superleuk. We hebben de 165 abonnees gehaald. Dat is al mooi op weg richting de 200. En bij de 200 ga ik denk ik 75.000 en 50.000 misschien weggeven. In de vorm van een soort van scooterrace of zo. Ik heb ook nog een scooter gekregen. Die kan ik ook weggeven. Jullie zagen het aan het begin van de stream. Ja, die scooter die kan heel goed wheelies. Gaat verder niet heel hard. Is wel een leuk dingetje. Goed, dan ben ik ondertussen bij de wapenkluis aangekomen en dan ga ik bij deze ook status 8, ga ik de stad uit. Wil ik jullie enorm bedanken voor het kijken en dan zeg ik een hele dikke vette doei tot woensdag. En dat zal voorlopig even de laatste video zijn, want daarna ga ik op vakantie en dan kan ik pas die week erop, de 20ste of zo, kom ik terug. Dan zal ik dan pas weer ergens online zijn. Fijne avond!